Welkom, Koen Vermeeren, dokter ingenieur, lucht- en ruimtevaartingenieur, bij de eerste Presence podcast. Dit is de eerste keer dat wij dit doen, dat heb ik al verteld. Kijk, het is ook de eerste keer dat ik in een podcast zit, dus dat komt goed uit. Kijk, dit is een dubbele primeur. Ik zal even kort uitleggen wie wij zijn als Presence. Presence zijn ik en Hidde Schreuder. Presence staat voor Presence, Essence en Sense. En het zit eigenlijk al in zo'n naam dat we een beetje wegwijs proberen te worden in deze realiteit waar we mee te maken hebben en wat er allemaal bij komt kijken. Onze achtergrond is dat wij een keer een symposium hebben georganiseerd in de Oude Lutherse Kerk in januari. Daar probeerden we eigenlijk heel veel van de vraagstukken die hier ook aan bod komen te behandelen. Media, geopolitiek, bepaalde belangen die daarin meespelen. Daaruit is ontwikkeld het Sterrenstoffestival dat wij doen bij PLEC. Daarin probeerden we iets meer te richten op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Want veel van deze materie kan soms beperkend aanvoelen en niet echt inspireren. En toch bleef er altijd een beetje iets knagen met betrekking tot deze informatie, wat daarmee te doen. En zodoende zitten wij hier eigenlijk. Ik weet niet of jij er nog iets aan toe te voegen hebt qua onze introductie. Oh ja, ja, dat kan je wel even doen waar Presence voor staat. Als platform? Ja, waar wij vaker. Nou, ik wil eigenlijk meer uitleggen. Dat we ons proberen te richten op de positieve mogelijkheden die de toekomst ontbiedt. En dan vaak toch stuiten op samenzweringen en negatieve berichtgeving. Dus we proberen heel erg een balans te vinden hoe we dat toch. Op een genuanceerde manier kunnen behandelen zonder dat we daarbij doorslaan in alle beperkingen, zou ik zeggen. Ja. Maar in ons eigen pad was het erg essentieel om die dingen onder ogen te komen. Ja. En we denken ook dat dat inherent gekoppeld is aan op een positieve manier naar de wereld kunnen kijken door dingen onder ogen te komen die wellicht wat minder leuk zijn. Ja. Zoals de onderwerpen waar je over geschreven hebt in je twee boeken. Ja, dus heel kort. We noemen onszelf een platform ter bevordering van het bewustzijn. En dat hadden we eerst, waren we het positieve bewustzijn. Maar wat is dan positief, wat is dan negatief? Dat is dan weer een hele andere discussie. Maar kort gezegd is dat wat wij doen. Voor de mensen die luisteren en aanwezig zijn die nog niet bekend zijn met Koen Vermeeren. Koen Vermeeren is lucht- en ruimtevaartingenieur, al eerder gezegd, verbonden aan TU Delft, directeur Stadium Generale. Heeft twee boeken geschreven, UFO's bestaan gewoon, die hebben we hier aanwezig. Het andere boek is 9-11 gewoon een complot. Ik geloof, deze komt uit 2013. 13? Ja, die andere is van vorig jaar. Van vorig jaar, is 2016 inderdaad. Dat is heel kort gezegd eventjes wie jij bent en hoe je hier terecht bent gekomen. Is eigenlijk omdat wij voor het eerst een autoriteit met betrekking tot dit soort informatie vonden van eigen bodem. Met ook de credentials, om het zo maar even te zeggen, die iets overtuigender klinken dan de gemiddelde persoon die hier op YouTube over praat. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe jij op dit pad terecht bent gekomen en hoe je tot het schrijven van deze boeken bent aangezet. Nou, laat ik meteen vertellen dat dit natuurlijk niet de onderwerpen zijn die in Delft worden behandeld aan de TU Delft. Mm-hmm. Daar kom je ook meteen op de essentie en de reden waarom ik daar dan wel over praat. Ik denk dat je als ingenieur een aantal dingen kunt begrijpen vanwege je achtergrond, je opleiding. En de onderwerpen waar ik over geschreven heb. Ik ben begonnen met UFO's. Daar kwam ik achter in 2008 zo'n beetje aan de hand van de eerste YouTube-filmpjes van UFO's. En dat studenten vroegen van hoe zit dat eigenlijk, meneer Vermeeren? En dan moet je voorstellen, ik gaf toen les aan 500 eerstejaars lucht- en ruimtevaarttechniek. Mm-hmm. Twee groepen van 250, dus dat zijn er best een hoop. Dus ik dacht, dat zijn zoveel mensen die kunnen allemaal veel sneller op internet filmpjes vinden van vliegtuigen die neerstorten. Mm-hmm. Die kan ik dan behandelen door een beetje uit te leggen wat er nou met zo'n vliegtuig kan gebeuren. We leren natuurlijk van onze ongelukken in de techniek. Mm-hmm. Maar er zaten filmpjes tussen van UFO's. En de vraag was dan, wat zien we hier? Want we zien hier een NASA-logo. En er zijn astronauten die praten over UFO's. En wat is dat dan? Want daar horen wij verder nooit iets over.
Dus nou, dat wist ik niet, dus dat ben ik eens goed uit gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat dat een hele grote wereld is. Waar je ook inderdaad heel veel mensen tegenkomt die in het vakgebied zitten. Van de lucht- en ruimtevaart in het algemeen. Maar dan praat je over astronauten zelfs, maanreizigers. Maar ook piloten, luchtverkeersleiders, militairen. Die daar hele bijzondere verhalen over hebben. En die als collectief zeggen van ja, hier wordt nooit naar geluisterd. Hier hebben we het niet over. Ja. Waarom doen universiteiten daar geen onderzoek naar? Waarom mag dat in de media niet behandeld worden? Nou, dan kom je dus wat je terecht zegt. Terwijl op zich UFO's nog best positief zijn. Hè? Dat hebben we best een enorme fantasie bij. En god, wat zou dat zijn? En stel je voor dat het buitenaards is. Nou, dat is spannend. Maar zodra het niet besproken mag worden, dan kom je heel snel in een complotsituatie terecht. Van geheimhouding en belangen. En dat vinden we niet leuk. Maar het is terecht wat je zegt. We kunnen de wereld niet begrijpen als we niet zowel snappen dat er positieve dingen zijn en ook negatieve dingen. Want dat is met elkaar in balans. En je moet dus naar beide willen kijken. Je moet het positieve willen, zo zit ik tenminste in elkaar. Maar dat betekent ook dat je het negatieve moet benoemen. Mm-hmm. Wil je het op kunnen lossen? Nou, dus en toen dacht ik, nou ja, oké, daar willen we dus kennelijk niet over praten collectief. Heb ik wat over in de media verteld. Ik ben een keer aan de krant geweest en op televisie. Enfin, op een gegeven moment dacht ik, ik ga het maar eens opschrijven, want niemand schijnt het te begrijpen. En misschien heb ik het niet goed uitgelegd. Dus als je het dan op moet schrijven, dan, ja, dan kun je daar ook op reageren. Nou, dat gebeurt dan dus niet. Tenminste niet door vakbroeders. Nou, dat was één ding. Daarna ben ik al in 2006 in aanraking gekomen met het 9-11 dossier. Mm-hmm. Ook in Delft toevallig met een zomeropdracht vanuit Studium Generale. Ik dacht, nou ja, in 2006, ik lag een maand op bed met een gecompliceerde beenbreuk. En wat ga je dan doen? Nou, laptop op schoot. En ik dacht, laat ik alvast maar gaan werken voor het najaarsprogramma van Studium Generale. En toen kwam ik op 5 jaar na dato. Nou, dat is misschien wel interessant om te kijken wat er na 9-11 allemaal veranderd is in de wereld. Mm-hmm. En dan kom je al heel snel op in die tijd Loose Change, een internetdocumentaire met een paar jonge journalisten. En daar werden zulke dingen in behandeld. Ik dacht van, dat zou ik moeten begrijpen, maar het zijn hele goede vragen. Ik weet eigenlijk niet wat het antwoord is. Mm-hmm. Het ging over met name de Boeing die wel of niet bij het Pentagon is terechtgekomen. En hoe kunnen die gebouwen helemaal instorten? Nou, dat zijn hele relevante vragen voor ingenieurs. Zeker. Dus ik dacht, laat ik dat maar eens uitzoeken. En nou goed, dat heb ik dan een hele tijd laten liggen. Maar toen hadden we in 2015 de voorman van architecten en ingenieurs voor 9-11 waarheid, een Amerikaan. Die kwam zijn verhaal kwam doen. En dan moet je dus weten dat er inmiddels al bijna 3000 internationale architecten en ingenieurs zich daaraan hebben gelieerd. En dat is niet een vinkje aan kruisen op internet van ik doe ook mee met een petitie of wat dan ook. Nee, dat zijn mensen die hebben hun diploma's ingestuurd. Om te zeggen van wij vinden ook dat de vraag voor een nieuw onderzoek naar het instorten van de Twin Towers, dat dat terecht is. Nou ja, dus die heb ik een verhaal laten doen. Nou, daar was men ook niet helemaal onverdeeld blij mee. En toen dacht ik, laat ik dat ook maar eens opschrijven. Mm-hmm. Zodoende. Zodoende, dat ja. Zijn inderdaad behoorlijk wat onderwerpen die je daar aanstipt. Op een gegeven moment kwam het moment dat je vragen kreeg vanuit studenten. Ja. En dat je dat ook ging behandelen ja. Voor de klas. Nou, niet voor de klas. Ik heb een paar masterstudenten van onze faculteit toen leren kennen op een studiereis. En die heb ik na afloop gevraagd van, goh, wat weten jullie van dit onderwerp? Het ging toen over UFO's. Daar wisten ze niks van. Ik zeg, mag ik jullie daar een keer in privé een verhaal over vertellen? Nou, vonden ze heel interessant. Dat hebben we toen gedaan. En na 1,5 uur waren ze helemaal stil. En ik zei, nou ja, ik zei, schiet er maar op. Nou, dat hebben ze gedaan. Er kwamen heel veel vragen, terechte vragen. Hoe zit dit dan? En waarom weten we dat niet? Enzovoort. Toen heb ik voorgesteld van, jullie gaan nu ieder jullie kant op. En over een maand spreken we nog een keer met elkaar. En hebben jullie ook zelf wat onderzoek gedaan. Je hebt eens wat vriendjes, medestudenten gevraagd van hoe die erover nadenken. En ik zei, dan gaan jullie mij maar eens een keer wat vertellen. Nou, dat hebben ze gedaan. En na afloop van die tweede sessie heb ik gevraagd van, ja, wat moet ik hier nou mee? Want ze vonden het een zeer serieus onderwerp. En toen zei ze, nou, dat moet u ons wel vertellen. Dat moet u studenten wel gaan vertellen. En toen heb ik gedacht, oké, en nou ga ik dat doen. Want voor die tijd was ik er niet mee naar buiten gekomen. Nou, dat is dan een privé mening, privé onderzoek. En op het moment dat je daar dus wel een keer tijdens lunch een lezingje over geeft, dan wordt het zeg maar serieus. Mm-hmm. En dan gaat het de wereld in en dan krijg je reactie. Maar goed, vanaf dat moment ben ik er gewoon voor gaan staan. Ik zei, nou oké, als je er niet mee eens bent, graag met argumenten. Mm-hmm. En die komen eigenlijk niet. Nee. Er komen geen argumenten. Nee. Want ik blijf ten diepste gewoon de vraag stellen van, er zijn duizenden getrainde waarnemers met deze ervaringen. Waarom praten we daar niet over? Mm-hmm. Wil ik nog best zeggen van, nou ja, weten we zeker dat het buitenaards is?
Ik ben daar wel redelijk van overtuigd inmiddels. Zonder dat ik daar tastbaar bewijs voor heb in de zin van kijk, hier ligt er een of daar liggen de spullen. Mm-hmm. Maar dat maakt het ook meteen flauw, want er is geheimhouding, er worden dingen achtergehouden en mensen onder druk gezet om er niet over te praten. Dus ja, dat is eigenlijk, je kunt wel aan de ene kant zeggen, ja, je moet bewijs laten zien, maar als het spel niet eerlijk gespeeld wordt, dan kan dat mm-hmm. niet. Nee. En mm-hmm. daar kan je dan wel voor de voeten worden geworpen, maar dat is natuurlijk vals spelen. Dus ik denk, nou ja, dan moeten we maar naar getuigen luisteren. Dat doet de rechter ook. Hè? Dus we nemen getuigenverslagen serieus. En dan moeten we die mensen maar eens met z'n allen gaan interviewen. Maar dan ook echt wetenschappelijk onderzoek daarna doen. En dat gebeurt niet. En getuigen zijn er genoeg? Er zijn duizenden. Duizenden, ja. Astronauten, piloten, ja, noem maar op, ja, die voor, ja, de camera. Ja, ik heb tijdens mijn boekpresentatie in 2003 het geluk gehad om een half uurtje te kunnen skypen met Edgar Mitchell. Dat is de zesde man die op de maan is geweest. Nou ja, dat zijn toch wel helden in Delft nog steeds. Mm-hmm. Die man is ook een keer uitgenodigd geweest. En ja, die man komt uit Roswell, naar het bekende Roswell-incident van 1947. Nou ja, hij kent daar tout le monde, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En hij heeft gezegd, ja, maar dat waren gewoon echte buitenaardse voertuigen. En de buitenaardse lagen daarin. En die zijn allemaal opgetakeld natuurlijk en weggestopt. En iedereen is onder druk gezet daar om daar niet over te praten. Dus hij is heel duidelijk. Hij zegt, het is een zeer serieus fenomeen. Het is buitenaards, het is technologie die de mensheid kan verder helpen. Mm-hmm. En dan kom je dus terecht op het terrein van ingenieurs, wat ik nog steeds ben. Mm-hmm. Dat wij de mensheid zouden moeten willen verder helpen, mm-hmm, met die technologie. Mm-hmm. Want je kunt alles zelf bedenken. Maar als iemand zegt van, hier heb je een iPhone. Oh, dan hoef ik die niet zelf te ontdekken? Oké, nou, maar dan koop ik die wel, weet je. Zo zijn we. Mm-hmm. En dan gaat het over heel serieuze onderwerpen, zoals transport en energie, die nog steeds de grootste problematiek veroorzaken in de wereld. En vervuiling en olie en oorlog. Uiteraard, ja. Dus daar moeten we het over hebben. Ik hoef niet zozeer gelijk te hebben, ik wil gewoon dat we het erover hebben. Nou, dat open besproken worden, ja. Nou, dat vinden we ook en daarom zitten we hier. Die informatie wordt achtergehouden of gemanipuleerd. Door wie wordt het achtergehouden? Ja, dat is dan de grote vraag, hè? Ja. Nou ja, we leven in een tijd van WikiLeaks, Assange, Snowden. We weten gewoon dat er heel veel dingen geheim worden gehouden. Mm-hmm. We weten dat er achter de schermen enorme spelletjes worden gespeeld. Bij verkiezingen, bij militaire contracten, bij het manipuleren van, nou, noem maar op. We weten dat de media niet meer volledig alles openlijk mogen vertellen. Dat weten we ook onder andere van de journalist Arnold Karskens, hè, in Nederland, maar ook van Udo Ulfkotte, mm-hmm, een Duitse journalist die notabene door de CIA betaald is geweest om dingen via de Frankfurt Zeitung allgemeiner de wereld in te brengen. Dus dat weten we ook. Dus ja, wie zijn dat dan? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het nog niet eens zo'n ontzettend belangrijke vraag om precies te weten wie het zijn. Maar dat het gebeurt. Is in principe het systeem al erg genoeg natuurlijk. Ja, de volgende vraag zou zijn, door wie gebeurt het en voornamelijk dan waarom? Wat voor een belang is erbij verstrengeld? Er wordt in je boek ook gesproken over het onderdrukken van vrije energie. Ja, zeker. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat er enorm veel... Het is heel eenvoudig. Kijk, waar worden de meeste oorlogen over uitgevoerd, is grondstoffen. Ja. Ja, dat is heel eenvoudig. En welke grondstoffen praat je over? Nou, van alles nog wat, maar vooral olie tot nu toe. Maar ook wel, het begint steeds nijpender te worden. Hè? De speciale metalen die we nodig hebben voor onze mobiele technologie enzovoort. Mm-hmm. Dus daar ligt een hele belangrijke energie. Dus olie, gas, kolen, uranium. Dus dat zijn de belangrijkste. Nou, daar zit dus de grote oliemaatschappijen achter, maar ook de energiemaatschappijen. En alle aandeelhouders. En dat zijn tegenwoordig alle superrijken. Ja. Want als je aandelen hebt in deze wereld en je bent miljardair, ja, dan zit je in al dat soort technologieën en al dat soort bedrijven. Dus dat zijn de belanghebbenden, zou je eenvoudig weg kunnen stellen. Nou ja, dat is natuurlijk makkelijk ook te traceren. Als je kijkt naar de meest machtigste bedrijven ter wereld, dan de top 10 zitten er meer dan de helft oliebedrijven of energiemaatschappijen inderdaad. Ja. Maar het wat mij dan, zeg maar, even om als buitenstaander daarnaar te kijken, is, zeg maar, als er een kwalitatief hoogwaardige bron van informatie zoals mm-hmm. Edgar Mitchell. Ja. Zou bijvoorbeeld iemand zeggen, ja, dat is een veelgehoord argument van waarom hoor ik dit niet op het nieuws? Mm-hmm. Waarom is dit geen headline? Mm-hmm. Waarom is dit niet iets wat de media haalt? Want het is niet inderdaad een bron waarvan je zou zeggen, nou, dat is iemand op internet die gewoon dit standpunt verkondigt. Wat is, zou je, ja, in heel korte zin, antwoord daarop. Nou ja, het is een belangrijke vraag die ik ook in mijn boek behandel. Er is een schrijver geweest die heeft heel erg duidelijk uit de doeken gedaan wat de relatie is tussen het UFO-onderwerp mm-hmm. en de media. Mm-hmm. En dan praat je over televisiekranten,
eigenlijk alle grote uitingen, nog niet zozeer van internet, want internet is nou juist zeg maar het medium waar je die informatie wel krijgt. Mm-hmm. Maar daar hangt dan meteen het label aan van ja, is dat dan wel betrouwbaar? Nou, oké. Okay. We gingen er tot voor kort vanuit dat het nieuws, het 8-uur-journaal en het, de Telegraaf en de NRC gewoon even als voorbeeld media zijn waar de waarheid in staat. Nou, dat blijkt steeds minder het geval te zijn. Maar hij laat heel duidelijk zien al vanuit de jaren 50, 60, 70 dat de belanghebbenden, laat ik maar zo even zeggen, ook die media steeds meer zijn gaan overheersen als het gaat over welke berichtgeving wel en niet. Mm-hmm. En hij geeft als heel belangrijk voorbeeld ook dat met name Hollywood vanaf de jaren 50 is gevraagd door de Amerikaanse overheid, mm-hmm, om films te gaan maken over buitenaard en over UFO's. Mm-hmm. Want dan komt er heel makkelijk gewoon iedereen die daar serieuze vragen over stelde of iets gezien had, gewoon zeggen, nee, maar dat heb je bedacht, want je bent op de film geweest, je hebt dingen gezien en zo. Ja. Dat is heel bewust gedaan. Mm-hmm. En Walt Disney bijvoorbeeld heeft daar heel duidelijk aan meegewerkt. Mm-hmm. Dat heeft hij in zijn onderzoek heel duidelijk aangetoond. Nou, op wat voor manier? Door interviews, door krantartikelen, door gewoon geheime memoranda, noem alles maar op. Dus redelijk betrouwbaar en vanuit veel verschillende hoeken. Was ook Operation Mockingbird. Onder andere is dat daarbij. De CIA die dan duidelijk ook journalisten betaalt voor bepaalde informatie. Bepaalde verhalen. Kijk, en dat is natuurlijk heel vervelend. Ja. Ik ben daar niet blij mee. Ik ben niet ooit in Delft gaan studeren om dit nou uiteindelijk, als ik 55 ben, zeg maar, dit te gaan vertellen overal. Ik bedoel, daar ben je niet voor. Maar het is een realiteit die op dit moment een gezonde planeet en een gezonde ontwikkeling van de mensheid enorm in de weg staat. Mm-hmm. Dus het is een onderwerp wat je met elkaar moet bespreken. Nou, gelukkig komt dat ook steeds meer overal naar boven en naar buiten. Nou, jullie zijn er zelf een voorbeeld van. Dat steeds meer jonge mensen ook, en dat zie ik in Delft ook bij jonge studenten, ja, met die vragen gewoon komen. En daar geen antwoord op krijgen vanuit de instituties. Of dat nou de media zijn, of de politiek, of de universiteit. Dat maakt niet uit. Ja, helder. Wat mij altijd bezighoudt is, waarom zouden die buitenaardsen zich niet gewoon laten zien als er zijn? Dat is ook vaak wat mij gevraagd wordt als ik een discussie met iemand aangaat van ja, waar zijn ze dan? Nou, het antwoord is, ze laten zich zien. En ze laten zich al tientallen jaren zien. Wat ze waarschijnlijk bedoelen is, even los van het feit of ieder filmpje wat je op internet kunt zien, of dat een echte buitenaardse UFO is, hè, als het geclaimd wordt. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Er zijn er inmiddels wel zoveel online. Ook uit de tijd dat we nog geen Photoshop en allerlei videoprogramma's hadden om de zaak te manipuleren, beïnvloeden. Mm-hmm. Dat wel vastgesteld werd door onder andere geheime diensten of forensische diensten. Dat dat echte filmpjes of foto's waren. Nou, dan heb je ook nog de getuigen, dus de getuigen, luchtverkeersleiders. Als je een object met 10.000 km per uur door de dampkring ziet bewegen, is dat technologie die wij niet hebben. Punt. Die hebben wij gewoon niet, kunnen wij niet. Nou, dan hebben we al een probleem, want dat moeten we gaan uitleggen. En een radarapparaat op zich is, die heeft geen last van een maandagochtend, humeur. Vrij objectief. Geen psychoses. Dat zijn allemaal argumenten die natuurlijk worden aangedragen om mensen te disqualificeren. Dus ze laten zich heel erg zien. De vraag die je waarschijnlijk ook bedoelt is waarom landen ze niet op het Binnenhof of voor het Witte Huis? Bijvoorbeeld. Nou, daar zeggen nogal wat getuigen van, heel eenvoudig, dat mogen ze niet. En dan kom je dus op een terrein dat je de sprong moet maken van oké, het zijn UFO's. Nou, daar kan ik nog iets bij voorstellen. Die bestaan, want die zien we. En sommige mensen hebben ook wel eens wat gezien. Nou, als mensen uit mijn vakgebied al zeggen, nou ja, dat zijn echt dingen die kunnen niet volgens onze huidige technologie. Nou, dan hebben we al een probleem, want dat zijn experts. Maar dan moet je de stap maken van, oh, wacht eens even, dat mogen ze niet. Maar dat betekent dat er contact mee is geweest. Want dat hebben ze dan gezegd of zo. Of dat is tot ons gekomen. Nou, en dan kom je dus bij verhalen van mensen die er ook daadwerkelijk contact mee zouden hebben gehad. Mm-hmm. En durf je die sprong aan? Mm-hmm. Of niet? Nou, ik durf dat inmiddels wel, omdat ik het van veel plekken gehoord heb. En ook uit tijden dat het allemaal nog niet zo beladen was. Je hebt bijvoorbeeld, ik beschrijf in mijn boek ook Stefan den Aarde. Dat is een industrieel uit Nederland in de jaren 60. En die kun je ook nog op een YouTube-filmpje vinden. Dan word ik geïnterviewd door een journalist. Keurig oud-Nederlands, weet je wel. Zo'n Polygoon-journaal. Mm-hmm. En dan heeft hij een boek geschreven over een ontmoeting met buitenaardsen. Zo. Waar? In Nederland. Op de Oosterschelde. Nou, dat is niet ver weg. En wat vertelt hij dan allemaal over? Nou, daar heeft hij een heel boek over geschreven. Maar hij heeft het geschreven in de romanvorm. Omdat hij dacht van, nou ja, dan is het acceptabel voor het publiek. Want ja, dat is wel een enorme sprong die je moet maken dan. Nou, uiteindelijk heeft hij zelf toegegeven, ook voor camera. Ja, het is echt gebeurd. En dat is,
een verhaal, een heel mooi verhaal sowieso, van contact met een beschaving. Die dan hier schijnen te komen. Zich niet zomaar mogen laten zien. Mm-hmm. In de zin van ingrijpen. Of de zaak verstoren. Mm-hmm. Nou ja, als er een UFO op de Dam landt. Ik denk dat je een hoop paniek krijgt. Denk grote ik. Kans, ja. Grote kans. Ja, dus dat, en dat willen ze niet, zegt men. Nou oké, okay, waarom willen ze dat dan niet? En dan kom je dus in de filosofische kant van... Wie zijn wij eigenlijk? Wie is de mens? Wat is het universum? Waar dient het allemaal voor? Zijn wij de enige? Nou ja, dan krijg je dat soort vragen. Als je niet benauwd bent om die te bespreken, te onderzoeken... Ja, dan hebben we een heel interessant en leuk en positief gesprek met elkaar. Ja. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat een van de redenen waarom ze dat dus niet zouden mogen doen... te maken heeft met het respecteren van universele vrije wil. Ja. Ja. Dus dat wij als mensheid op een evolutionair traject zitten. Ja. En daar komen een aantal aspecten bij kijken. Eén daarvan is het geconfronteerd worden met de realiteit van buitenaards leven. Zij zouden dan niet, als ze zouden landen op de Dam, zou dat natuurlijk eigenlijk een soort van beïnvloeding van die vrije wil zijn. Omdat heel veel mensen dan niet uit vrije wil daar precies worden blootgesteld. Ja. Maar het lastige schijnt dus te zijn... Wat veel mensen beweren is dat er dus afspraken zijn gemaakt tussen regeringen, niet alleen Amerikaanse, maar andere, eventueel Russische, Chinese. Ja, dat zijn dan de zogeheten schaduwregeringen, die dus nog boven de reguliere regeringen. Die mag je niet kiezen in verkiezingen, maar die precies, zitten daar precies, wel. Ja. Precies, de deep black. De deep state. De deep state, inderdaad. We gaan zo nog even dat clipje van Dr. Stephen Greer aanzetten, waarin daar ook veel over wordt gepraat. Ja. Ja. Maar dan is er dus eigenlijk al... Zoals de regering sowieso beslissingen voor ons neemt. Maar is er eigenlijk een dominantere beslissing genomen die het collectief buitenspel zet. En dat eigenlijk hun het recht geeft om die beslissing te maken voor de mensheid als geheel. Ja, ja. Van wij gaan wel de kennis delen of de technologie delen. Ja, ja. Waardoor dat eigenlijk in de weg staat. Om, zodat ze dat niet meer kunnen doen. Omdat ze het op een bepaalde manier al gedaan hebben. Ja. Nou vind ik het lastige daaraan... En dat is eigenlijk waar we ook tegenaan lopen. Wij krijgen dan te maken met een bepaalde soort van autoriteit die daartussenin staat. Mm-hmm. Ook met betrekking tot wat is nou waarheid of niet. Ook met betrekking tot dit soort onderwerpen. Hoe kunnen we dat, wij als burgers die de waarheid niet vanuit die autoriteit krijgen, hoe kunnen we dat nou zo makkelijk mogelijk omzeilen? Ja. Zodat we toch goed geïnformeerd zijn en toch op een... open manier daarover kunnen praten en wel serieus worden genomen, want daar lopen we vaak tegenaan. Nou, die vraag ga ik beantwoorden, maar ik wil eerst terug naar wat jij dus noemde. Vrije wil. Ja. We leven op een vrijwilsplaneet. Dat schijnt inderdaad, we hebben Nederlandse wetgeving, Europese wetgeving, we hebben de universele wetgeving als het gaat over Verenigde Naties en dergelijke. We moeten ons aan verdragen houden. Nou, zo kun je ook een stap verder gaan en kom je bij galactische wetgeving. Ja. Nou, ja. Waarom niet? He, hou het maar eventjes open. Hoeft niet per se aan te nemen, maar daar kun je iets bij voorstellen. Voor de Star Trek fans onder ons, die zijn er vast. Ik ben het altijd heel gematigd geweest, maar ik ben iets meer geworden sinds ik me in dit onderwerp heb verdiept. Ja. En vooral de serie The Voyager vind ik heel erg interessant, omdat er zit een hele spirituele kant aan. En daar bedoel ik mee, spiritueel bewustzijn, noemde jij dat straks, letterlijk een bewustzijnsontwikkeling. Nou, als Voyager het universum in reist naar andere sterrenstelsels en noem maar op, sterrenbeschavingen, dan moeten zij zich houden aan de Prime Directive, de eerste richtlijn. En die luidt dat ze niet zomaar mogen interfereren met een andere beschaving. Daar moeten ze voor uitgenodigd worden, maar het mag ook nooit verstorend zijn. En ik kan daar heel makkelijk een voorbeeld op geven. Toch nog kort geleden is er toch nog een stam ontdekt in het oerwoud van Brazilië, in het Amazone. Die hadden nog nooit contact met het Westen gehad. Nou, wij denken dan allemaal, joh, kom erbij, hier heb je een iPhone, weet je wel. Nou, in het begin was hier heb je een Kalashnikov, gaat nog veel beter, dan kun je elkaar echt doodmaken. Maar eigenlijk mag dat niet. Waarom zou die mensen gewoon niet hun eigen ontwikkeling laten doen? Je kunt hooguit zeggen van, nou ja, wij zijn een stap verder. Om de een of andere reden hebben wij een paar eeuwen extra gehad. En wil je meedoen of wil je niet meedoen? Als ze niet mee willen doen... Wie zijn wij om te zeggen dat het moeten? Nou, dat is een respect vertonen voor andere beschavingen, ontwikkelingen enzovoort. Dat is een bewustzijnsontwikkeling, bewustzijnsstap.
Ik noem altijd het voorbeeld van het introduceren van de democratie in de wereld. Hè. Ja. Amerika is daar heel goed in, maar die doen dat met kruisraketten en vliegtuigschepen enzovoort. Ja, dat leidt meestal tot een paar miljoen doden. Nou, dat is nou niet zeg maar een spirituele gang die in het universum zo gewaardeerd wordt. Dus als het gaat over waarom laten ze zich niet massaal zien, nou, dat heeft daarmee te maken. Dat is hogere wetgeving, moeten zij zich aan houden. Anders mogen ze überhaupt niet interstellair reizen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een heel positief aspect, mm-hmm. als het gaat over positief negatief. Is dat altijd goed gegaan in het verleden? Nou, je bent vast ook onderwerpen tegengekomen dat er hier wel mensen zijn ontvoerd door buitenaardsen. Of dat er misschien al vele duizenden jaren geleden wel allerlei nare dingen zijn gebeurd. Nou, daar ben ik ook wel redelijk van overtuigd. Mm-hmm. Maar er schijnen momenten te komen waarop men zegt dat mag nou niet meer en nou is genoeg. En nou moet je wel aan de wetgeving houden. Want andere volkeren kunnen ook vrije wil hebben. En mm-hmm. dat betekent ook dat je de vrije wil hebt om iets naars te doen met iemand anders. Nou, goed, dat maakt het een stukje complex, maar wel begrijpelijk. Hoe kunnen wij, zeg maar, die laag die er kennelijk tussen zit, tussen buitenaards en wij, mm-hmm. en bij wij bedoel ik ook nog onze gekozen regering, want mm-hmm. die zitten ook niet aan de beslissingskant volledig. Mm-hmm. Dus dat is een onzichtbare laag die overigens helemaal niet zo raar is om te bespreken. In mijn boek beschrijf ik, dat vond ik zelf een eye-opener, de afscheidstoespraak van president Eisenhower. Ja. Dat was de president die voor Kennedy zat. Mm-hmm. Die wilden allebei hetzelfde. Die wilden namelijk meer openheid, détente. Het is ook niet meer ruzie maken met de Russen, wat we nou kennelijk allemaal weer willen. Die wilden juist van die dingen af. En die wilden contact met buitenaardsen. Een van de dingen die Kennedy wou, is de samenwerking met de Russen in het gebied van de ruimtevaart. En hij wilde UFO-dossier opvragen. Mm-hmm. Er werd gewoon gezegd van, ja, daar heb jij geen recht op. Mm-hmm. Ja, maar ik ben de president. Ja, so what? Ja. Mm-hmm. Dus, en nou goed, hij wou het dus toch. Dus hij heeft een aantal dingen gedaan. En toen hebben ze hem om zeep geholpen. Nou, Eisenhower zegt letterlijk in zijn afscheidsrede van pas op, we hebben nu een zware oorlog gehad, Tweede Wereldoorlog. Hij was generaal geweest. We hebben nu een militair-industrieel complex gekregen in Amerika. Die zijn zo machtig. Mm-hmm. Ik als Amerikaanse president heb er geen moer over te zeggen. Mm-hmm. Hou ze in de gaten. Want dit gaat jullie probleem worden. Dus ik heb het niet zelf bedacht, zeg ik altijd. Het is gewoon bespreken wat er is. Mm-hmm. Dus hoe kom je daar vanaf? Nou, ik zie dat gebeurt. Ik geef ontzettend veel lezingen in de wereld. En er zijn genoeg mensen, gewoon mensen zoals jullie en ik, helemaal niet bekend of wat dan ook, die gewoon zeggen, ik heb die en die ervaring. Sommigen zijn heel bijzonder. Waarbij zij wel contact hebben met buitenaards. Ik heb dat overigens nooit gehad. Dus helaas, maar nog niet. Mm-hmm. Maar sommigen wel, zeggen zij. Nou, als je dan naar mij vraagt, is dat dan waar wat ze zeggen? Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Maar met alles wat ik nu wel weet aan anekdotes en aan dossiers en aan getuigenverslagen, denk ik van dat zou heel goed kunnen. Want het maakt hun niet precies uit of ze nou met de minister-president praten of met andere mensen die daar veel verder in willen zijn. Dus ik denk dat het antwoord is, het ligt nu aan ons. Wij zijn aan bod. Mm-hmm. Het is onze taak om bewust te worden. A, dat wij vrije wil hebben. B, dat wij dus ook gewoon kunnen bepalen wat er in de wereld gebeurt. Dat er buitenaardsen zijn en dat die best contact met ons willen hebben. Mm-hmm. Nou, stel je ervoor open. Mm-hmm. Misschien gebeurt het. En op welke manier is er tot nu toe gecommuniceerd? Ja, dat komt ook van dossiers uit het Amerikaanse leger. Laten we maar eerlijk zeggen, CIA en NSA-achtige omstandigheden. Dat zij zeggen dat contact met buitenaardsen voornamelijk gebeurt telepathisch. Mm-hmm. Dus van brein tot brein. Ja, gewoon direct. Zonder taal. Want ik bedoel, we moesten vroeger altijd lachen om Star Trek van, hé, ze spreken overal Engels in het universum, weet je wel. Nou, dachten we, dat kan niet, hè, dat kan niet. Aan de andere kant, telepathie, gaat van bewustzijn tot bewustzijn, gaat voorbij taal. Ja. Dus ik heb dat, op een hele kleine schaal ervaren we dat allemaal. Als de telefoon gaat en je hebt het gevoel van, oh, dat is mijn moeder of dat is mijn vriendin of weet ik wie. Voordat hij gaat soms al. Je denkt eraan en vrek en denk je gaat de telefoon. Yep. Nou, daar kun je onderzoek naar doen, is ook gedaan. En dat is telepathie en dat beheersen we allemaal. Ons zesde zintuig kunnen dat noemen. Nou, zij beheersen dat tot in de finesses. Sommigen op aarde ook trouwens, maar daar wordt een beetje lullig over gedaan. Mm-hmm. Zij beheersen dat echt top en zij kunnen gewoon met je communiceren. Nou ja, sta ervoor open, want als je dat afsluit, en dat, die keuze hebben wij gewoon, van ik wil geen contact, mm-hmm. dat respecteren ze. Hoe werkt het dan als je hier niet bewust van bent? En dus eigenlijk, want dat is, als we het over telepathie en dat soort een beetje bovennatuurlijke fenomenen, hè, volgens de gangbare het nog niet volledig begrepen fenomenen, ja. Exact. Ja. Dan is dat soort contacten natuurlijk niet denkbaar. Ja en nee. Kijk, we hebben bewustzijn.
En daar ga ik maar even van uit dat datgene is wat je echt bewust meemaakt. Ja. Als je wakker bent. Mm-hmm. Wat is wakker, hè? Ja. Sommigen zeggen, en die hebben er ook voor geleerd, die zeggen van in je droom ben je wakkerder dan als je gewoon zegt dat je wakker bent. Mm-hmm. Nou, oké. Laat ik maar even in het midden. Maar we hebben een bewustzijn en we hebben een onderbewustzijn. En het maakt hun niet uit met welke deel ze contact maken. Mm-hmm. Ze maken met jouw wezen contact. En als jij op een gegeven moment gedroomd hebt van, wow, ik heb een droom gehad dat ik contact had met buitenaardse. Nou, dat is natuurlijk onzin, maar waarom zou dat onzin zijn? Misschien is dat wel meer wezenlijk dan wat jij in jouw bewustzijn, met al jouw filters die je hebt gecreëerd en aangemeten gekregen, via je opleiding, je ouders en noem maar op. Media, alles, ja. Die filters die zitten er gewoon, daar kom je niet makkelijk doorheen. Maar zodra je gaat slapen en je onderbewustzijn gewoon zijn eigen ding mag doen, zijn die filters weg. Dus... En je kunt er nu al aan werken door gewoon te zeggen, nou oké, ik heb er geen oordeel over. Ik laat het los. Ik sta er voor open. Dat die filters langzaam wordt afgebroken. En dat contact vanzelf ontstaat. Als het op je weg moet komen. Helder. Tenminste. Ja, helder. Ja. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, natuurlijk. Ja. Zullen we even gaan naar dat videofragment van Stephen Greer? Ja, de nieuwe documentaire. Voordat we te ver voorbij de schaduwregering. Ik zeg het even. Ga ik even kijken hoe het gaat met de stream? Ja. Goed. Even ter verduidelijking, dit is de. We kunnen lekker voor zitten als je wil. De nieuwe documentaire van Dr. Stephen Greer. Hij is van de Disclosure Project. Serious Disclosure heet het nu volgens mij. Heeft al meerdere documentaires hierover gemaakt. Deze is dit jaar uitgekomen. En het is even heel kort samengevat wat voor informatie er al beschikbaar is. Voor degenen die daar naar zoeken. How do you keep something secret? You hide it in plain sight. July 8, 1947. The flying disc has been found and is now in the possession of the Army. If you look at the document sent to J. Edgar Hoover, three so-called flying saucers had been recovered in New Mexico. It has become the number one document viewed on the FBI website. There have been ET visitation, and people have been attempting to conceal this knowledge. We actually did recoveries of bodies that were involved with some of these crashes. I said, well, are you going to tell the public about it? And he says, no, we don't tell the public about this. There became to be this bifurcation, this separation between legitimate national security and military operations and the deep black programs that are unacknowledged. If people think that it's just a UFO issue, they're gravely mistaken. This is one of the ultimate secrets that needs to be exposed. If there was a project that was illegal, the president doesn't know it's occurring, who's going to stop this from happening? The moon of Mars. There's a very unusual structure. When people find out about that, they're going to say, who put that there? These deeper black programs have the technology to hoax an alien invasion. They could do it, and they could do it in a way that's 100% believable. It's very easy to set up a false flag operation, concoct all kinds of false information. They have people embedded in all the major media to change and affect stories. If you tell anyone about this project, this bullet has your name on it, and it will find you. The strategy was that first the Russians were the enemy, then terrorists would be identified, then third world country crazies. The last card is the alien card, and all of it is a lie. A lie. Nou ja, voor mensen bekend met dit onderwerp. Ja. Komen er niet heel veel nieuwe dingen voorbij. Maar tegelijkertijd wordt er wel heel veel omvat wat belangrijk is, ja. Denk ik. Ja. Een van de dingen die ik heel interessant vind is waar hiermee werd afgesloten. Dat is Dr. Carol. Ja. Zij is geen dokter, maar Carol Rose. Zij is wel dokter? Ja. Okay. Ik heb haar ontmoet, hè. Oké, ja. Interessant. Want zij is dus, voor de mensen die dat niet weten, zij is de oud medewerker. Secretaresse. Secretaresse? Ja, medewerker van Wernher von Braun. Ja. En dat is de raketman van de Duitsers eigenlijk. Hij is oorlogsbuit geweest van de Amerikanen. Hij is meegenomen met een hele grote groep
techneuten, zou je kunnen zeggen, die voor Duitsland werkten. Operation officieel, Paperclip. Ja, binnen Operation Paperclip, maar werkte officieel aan het raketprogramma van Duitsland. Mm-hmm. Wat voor hun geleid heeft tot de V2, die mochten we kennen. Hè, dus die ballistische raket, die gaat dus even buiten de damkring en dan weer terug. Mm-hmm. En de Amerikanen hebben hem gewoon gebruikt. En dat wou hij ook graag, denk ik, want hij werd in de watten gelegd. Om het Apollo-programma, waar ze uiteindelijk mee naar de maan zijn geweest, vorm te geven. Maar er werd in Duitsland ook zeer hoogstwaarschijnlijk gewerkt aan UFO-technologie. Mm-hmm. En ik denk dat Werner von Braun dat ook wist. Carol Rosen vertelt dat op het sterfbed van Werner von Braun hij gewaarschuwd heeft van eerst komt het communisme, dat wordt het grote gevaar van de wereld, dan het terrorisme, het internationaal terrorisme. En daarna komen ze met een valse vlagaanval van buitenaardse. En dat zijn op aarde gemaakte buitenaardse toestellen. Dus met buitenaardse technologie. Mm-hmm. En dat is waar zij voor waarschuwt. Mm-hmm. Met als doel om uiteindelijk... Dat is een heel naar doel. Externe vijand te hebben, zodat we toch onder die... Ja. Dus er is een externe vijand nodig om de wereldnaties met elkaar te verenigen. Dat is overigens heel grappig dat voor de Verenigde Naties heeft Ronald Reagan een keer een toespraak gehouden. In de jaren 80 geweest. Waarbij hij zei van, zou het niet veel makkelijker zijn als we een gemeenschappelijke buitenaardse vijand hadden? Want er is niks zo in staat om ons als verdeelde naties van deze planeet te verenigen. Nou, dat is eigenlijk wat ze heel graag willen. Eén regering, één leger, één politiemacht, één munt en noem maar op. Dat wordt ook wel gezegd als de New World Order. Mm-hmm. Ja, daar zit je weer in de complotten natuurlijk. Maar goed, dat is waarvoor gewaarschuwd wordt in ieder geval. En dat is wezenlijk. En die technologie, die buitenaardse technologie, is al gedeeld voor een deel met aardelingen. Alleen dat wordt niet verteld. En dat is waar Stephen Greer zich dus nu duidelijk heel erg een pleidooi voor maakt. Unacknowledged. Mm-hmm. Het is niet toegegeven. Ja. Ja. En wat vind je zelf van het werk van Stephen Greer? Ja, hij is een ongelooflijke pionier. Als je zijn levensverhaal leest in zijn boek of in zijn eerste documentaire series van een paar jaar geleden. Ja, die man heeft een hele bijzondere achtergrond. En even los van het feit wat je persoonlijk van hem vindt, want nou ja, ik heb niet in alle aspecten heb ik iets met hem. Hij is zo belangrijk geweest voor de buitenaardse disclosure, dus het vrijgeven van de documenten. Dan moet je je voorstellen dat hij vanaf de jaren 90 tot op het niveau van Amerikaanse presidenten contact heeft gelegd met de hoogste legerleiding, politici, militaire luchtverkeersleiders. En bereid heeft gevonden om in 2001 daar echt voor de pers mee naar buiten te komen. En dan moet je nagaan dat zijn vaak mensen geweest die voor geheimhouding hebben getekend. Met andere woorden, als je dus daar je bek over open doet, om het maar eens plat te zeggen, ja, dan pakken ze je. En dan kunnen ze aan je pensioen, ze kunnen je straffen, je kunt zelfs achter de tralies belanden of nog erger. Dus hij heeft die mensen bereid gevonden om dat openlijk te doen. Met een grote groep, en dan praat je over bijna 500 mensen geloof ik, waarvan hij de documenten heeft gekregen en dat heeft gepubliceerd. En in de persconferenties waren er geloof ik 10, 12 of zo die daar de pers te woord stonden. Mm-hmm. In mei 2001. Nou, we weten allemaal wat er in september 2001 is gebeurd. En toen had de wereld eigenlijk geen interesse meer in het onderwerp. Hè, dat was internationaal terrorisme, daar gaat het om. Nou, er wordt dus van gezegd, dat hebben ze bewust gedaan. Dus dat is zijn belangrijkste bijdrage geweest. En hij is opgeschoven van, zeg maar, een klokkenluider-annex protagonist voor disclosure naar iemand die zegt, oké, ik krijg die systemen niet mee en ze willen niet. Het ligt out in the open, iedereen kan het zien. Nu ga ik zelf, jouw vraag van wat kunnen we zelf doen, hij zegt, ik ga zelf contact leggen met buitenaardsen. Nou hebben we destijds Alan Hynek gehad. Dat was een Amerikaanse astronoom van groot aanzien overigens. Die door het Amerikaanse leger is gevraagd van ga het UFO-fenomeen onderuit halen. Hij zei, dat is goed, want UFO's bestaan, is allemaal onzin, dus dat doe ik wel. En hij kwam er gaandeweg achter dat het geen onzin was. En toen zat hij in een enorm probleem van blijf ik trouw aan mijn opdrachtgever of ga ik toch zeggen dat het geen onzin is. Nou, hij heeft voor dat laatste gekozen. En van hem komt dus ook de close encounter registratie. Mm-hmm. First, second, third kind. En Stephen Greer is gegaan naar de fifth kind inmiddels. Waarbij hij zelf contact maakt, telepathisch, met buitenaardsen. En hoopt op communicatie. En dat schijnt op een hele aardige manier ook te lukken. Mm-hmm. Ja, wat ons steeds opviel bij zijn werk is dat hij nadrukkelijk zegt dat we te maken hebben met goedaardige levensvormen. Ja. Terwijl als je kijkt naar
de alien abductions, de ontvoeringen, ja. De ja. koe-mutilaties. Nu weten we niet of dat uitgevoerd is door mensen of door aliens, maar we vonden het wel opvallend dat hij dat zo benadrukt. Hoe kijk je er zelf naar? Denk je dat er ook buiten naar het leven is met slechte intenties? Daar ook nog aan toegevoegd is dat hij ook, dat komt ook altijd heel erg duidelijk in zijn verhaal naar buiten, dat hij gefund is door een van de Rockefellers. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat hij toch ook wel met veel figuren die vaak een rol spelen die betwijfelbaar is in internationale politiek, met een agenda die ook bijvoorbeeld in het 9/11 verhaal naar voren komt, dat hij wel met hun ook samenwerkt. Dus dat in combinatie met wat Hidde zegt, is dus kan je toch een paar vraagtekens bij zetten. Nou, dat moet je ook altijd doen. Je moet blijven nadenken. Je moet blijven opletten. En je moet iedere informatie die je verzamelt, moet je blijven wegen. Mm-hmm. Dat geldt voor mij ook. Ik bedoel, ik heb dan een voordeel van mijn opleiding en mijn achtergrond. Maar dat wil niet zeggen dat ik zonder twijfel door de wereld ga. Dat is niet zo. Dus als het gaat eventjes terug naar buitenaardsen die van kwade wil zijn. Ja, ik denk dat het antwoord ja is. En ik denk dat er ook voldoende documentatie is. Dat er ook inderdaad een periode is geweest, in ieder geval een periode, waarin ergens geen positieve uitwisseling is geweest. Dan praat je toch over de periode vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw. In de Tweede Wereldoorlog werden zowel aan Duitse als aan geallieerde kant werden vliegende voorwerpen gezien, waarvan de ander dan dacht, oh, dat is een geheim wapen van de tegenpartij. Dat bleek dus gewoon iets buitenaards te zijn, of in ieder geval niet van een van de partijen. Met technologie die zo geavanceerd was dat, dat kon op dat moment eigenlijk niet. Toen is er na de oorlog, onder andere schijnbaar door Eisenhower, dat is wel bevestigd geweest door anderen, ontmoetingen geweest op Amerikaanse legerbasis met buitenaardsen. 52 zijn het gebeurd. En dat daar ook letterlijk, en of Eisenhower dat nou de beslissing in mocht nemen, dat denk ik niet. Gezien zijn afscheidsreden mocht hij dat dan waarschijnlijk niet vertellen, dat die ontmoetingen geweest zijn. Gezien de intentie om mensen te waarschuwen voor dat gedeelte van die geheime macht achter de schermen, denk ik dat hij misschien wel het positieve wou. Maar in ieder geval heeft hij niet voor elkaar gekregen om dat contact te leggen. En is er wel over zijn hoofd heen zeer waarschijnlijk een uitruil geweest met technologie. Plus dat ze uit gecrashed UFO's technologie hebben gedestilleerd. En vervolgens uiteraard vooral militair hebben gebruikt. Voordat wij er ook wat aan mochten hebben. En alien abductions. Ik heb me heel lang niet willen bezighouden met ontvoeringen. Ik vond het zo naar. Ik denk, nou, daar ga ik niet aankomen. Dus in mijn boek staat er ook niks over. Tot ik op een gegeven moment twee mensen heb ontmoet bij een groot congres in Amerika. Die zelf een uur lang zaten te praten over hun buitenaardse ontvoeringen. Dat ik dacht, oké. Nou, dit zijn mensen die lijken mij betrouwbaar. Hun verhalen zijn goed gedocumenteerd. Laat ik daar dan toch maar naar kijken. En dan kan het heel goed zijn dat er natuurlijk, als je moet ruilen, moet je iets krijgen, maar ook iets teruggeven. Mm-hmm. En als dat teruggeven nou er onder andere uit zou kunnen hebben bestaan, dat zij dan wat mogen weghalen hier. Ja, ik denk dat de mensheid heeft laten zien dat we niet zo heel erg netjes in alle gevallen met mensen omgaan in deze wereld. Mm-hmm. Dus dat zou me dan niet verbazen. Mm-hmm. Ja. Maar als Stephen Greer op dit moment zegt van nu gebeurt dat niet meer, of minimaal. Of dat de groepen waar hij contact mee heeft absoluut niet in van die soort zijn, dan accepteer ik dat wel, denk ik. Maar misschien zit daar ook een stukje wishful thinking in. Mm-hmm. Ja, het wordt in bepaalde bronnen wordt zijn werk omschreven als co-Intel Pro. Dus dat het bewust informatie... Nou ja, dat is dus je andere vraag. Van, hij werkt ook samen met mensen waarvan je denkt, nou ja, kijk, de Rockefellers staan erom bekend dat ze een van de rijkste families zijn. En dat ze nogal wat belang hebben. Dus daar zou je van kunnen denken, nou ja, daar zitten dan misschien die mensen die dit allemaal niet willen dat het naar buiten komt. Je praat over Laurens Rockefeller, die kennelijk daar ook weer een uitzondering is. Hè? Dus, mm-hmm. Niemand binnen één familie hoeft allemaal hetzelfde te zijn. Dus mm-hmm. Ik heb dat maar even opengehouden voor mezelf. Ik dacht van, nou, oké, als iemand een goed verhaal heeft, maar toevallig die achternaam, ja, wie ben dan ik om hem te veroordelen? Dus we moeten blijven opletten en informatie blijven wegen. Ook van Stephen Greer en ook van mij, van iedereen eigenlijk. Ja, ja. Goed punt. Nog een ander onderwerp binnen het buitenaardse fenomeen is dat er vaak wordt aangehaald van, ja, wie zegt dat buitenaardse, als ze zoveel honderden, zo niet duizenden jaren verder geëvolueerd zijn dan wij, dat zij binnen dezelfde frequentie van
in ons geval zichtbaar licht opereren. Ja. Zij zich niet in een hogere dimensie? Zijn het niet in je boek multidimensionele wezens? Schrijf je van de aanwezigheid van ET's is niet eendimensionaal. Nee. Wij werken met drie dimensies. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, kijk, dat is natuurlijk voor iedereen die gestudeerd heeft in deze wereld een lastig onderwerp. En want wij worden niet getraind in multidimensionaal denken. En het komt ook heel diep bij de essentie van het leven. En van wat is leven eigenlijk? En wat is schepping? Wat is creatie? Dus je wordt ook een filosoof als je dit soort werk doet. En dat is er alleen maar mooi aan, moet ik zeggen. Maar als je zegt van in welke frequentieband opereren zij, dan is het antwoord niet alleen in de onze. Zij hebben hoogstwaarschijnlijk technologie om in en uit deze dimensie te gaan. Mm-hmm. En dan haken heel veel mensen af. Nou, dat is ook begrijpelijk in die zin. Dan kunnen we het niet meer volgen. Letterlijk kunnen we ze niet meer volgen dan. We kunnen ze niet meer op radar zien. Met onze ogen al niet. We horen ze niet meer. We zien ze niet meer. Nou, oké. Ja, wat moet je er dan nog mee? Dan wordt het wel een hele grote sprong van vertrouwen. Hè? Mm-hmm. Maar goed, alles wijst erop dat dat zo is. En dat ze de controle hebben over die technologie. En ik zeg altijd van ja jongens, ga met je iPhone naar de middeleeuwen. Ga op het marktplein staan bellen met je moeder. Ja. Wat denk je dat er gebeurt? Ja. Nou ja, de mensen een beetje nadenken. Ja, dat loopt niet goed met je af. Nee, brandstapel, nagels eruit. Oké. Goed, dat gaat er dan gebeuren. Waarom? Jij nog uitleggen. Ja, maar ik heb een abonnement bij Vodafone. En dus daar heeft vast ergens een zendmast hier. Een iPhone, een mooie Apple. Nou, dat is allemaal niet aan de orde. Jij gaat gewoon op de band staan. Dus we moeten heel erg oppassen dat als wij niet de technologie erachter begrijpen, dat het dan niet kan, dat het niet bestaat. Achteraf, als we een paar jaar verder zijn en contact hebben gemaakt en zij hebben laten zien, kijk, dat doen wij zo, dan zeggen ze, ja, nee, natuurlijk, dat snap ik ook wel. Ja, dus zo simpel is het. Dus je moet eigenlijk datgene wat je denkt allemaal te weten, dat het state of the art is, moet je loslaten. Dan zeg je, oké, ik begrijp het niet, ik kan het niet, ik kan het ook niet volgen, maar ik sta er wel voor open. Nou, dus zij bewegen in en uit dimensies. Dat heeft ook met zichtbaarheid en onzichtbaarheid te maken. Zij kunnen zich manifesteren en het moment erop zijn ze weg. Nou, als dat niet een wet dream van iedere militair is, dan weet ik het niet. Dus daar is vreselijk veel belangstelling voor. Er is ook van achter de schermen ongelooflijk veel geïnvesteerd om te snappen hoe dat werkt. Mm-hmm. En we zijn ook al een aardig eind in die richting. Hè? Dus als je kijkt naar onderzoek wat gebeurt in de wereld. Nou, we zijn bezig met andere dimensies. Er zijn steeds meer wetenschappers die zeggen, volgens mij leven ze zelfs letterlijk in een digitaal matrix-universum. Nou, ga er maar aan staan. Een simulatie. Ja, in een simulatie letterlijk. Ja. Mm-hmm. Dus wat doen wij? Wie zijn wij? Welke capaciteit hebben wij als mens? Nou ja, dat is eigenlijk het grote avontuur. Wat dus opengebroken gaat worden op het moment dat je die stap durft te zetten. Mm-hmm. En zijn we daaraan toe? Dat is eigenlijk letterlijk de vraag. We zitten er middenin. We zitten er middenin. Ja. Het kan ook eigenlijk niet meer tegengehouden worden. Ze hebben mm-hmm. alles gedaan om het te onderdrukken, die kennis. Maar je ziet nu overal dat het naar boven komt. En ik hoop alleen dat dat op een manier gebeurt dat het zonder al te veel kleerscheuren en dat iedereen kan meeprofiteren van die kennis. En niet dat het weer zeg maar een verhaal wordt van ja, dit is van ons en jullie moeten maar kijken hoe je verder... Dat is eigenlijk de situatie waar ja, we nu in zitten. Daar zitten we in, ja. Dat er dus een bepaalde elite is, of dat nou publiekelijk of hoogstwaarschijnlijk verborgen is, die deze kennis en deze technologie eigenlijk voor zichzelf houdt. Ja. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, het internet kan je op die manier niet controleren. Dus het steekt steeds meer de kop op. En dan heb je dat gespiegeld aan het verhaal van Dr. Carol Rosen. Van er is dus een bepaalde agenda vanuit de elite die dit nu al beheerst. Mm-hmm. Om een soort van false flag in te zetten. Ja. Dus ik heb hier best wel eens over nagedacht hoe dat dan zich uit zou gaan spelen. Want... Je ziet dat Hollywood er ook op inspeelt. Ja, daarom. Het is volgens mij, ik heb een interview van jou gezien en daarin zei je van ja, de reden waarom het niet serieus wordt genomen is omdat veel van de materie die over buitenaards gaat, wordt in films of boeken of in fantasy, sci-fi wordt dat behandeld. Dus op het moment dat je dat serieus gaat nemen, neem je iets serieus wat normaal niet serieus genomen wordt. Ja. En dat is ook iets wat zometeen ter sprake komt met 9/11. Het shock-effect wereldwijd van als er zoiets zou gaan gebeuren, dat in één keer zoiets wel echt is. En de chaos, de paniek die dan ontstaat als die dan volledig gepland is. En er wordt een agenda en er wordt een verklaring uitgegeven van dit is wat er gebeurd is, we moeten ons verenigen. Hoe, met de huidige staat van het bewustzijn, stel als het nu zou gebeuren.
hoe realistisch is het dan om te denken dat mensen kritisch zullen zijn tegenover wat er dan officieel wordt verkondigd? Nou, ik denk niet kritisch. Als het is zoals jij nou zegt, en dat is inderdaad, dat is ook mijn beeld, van dat is eigenlijk de bedoeling wel. Dat is wel waar ze op aansturen en ze is dan zeg maar niet positief. Dan wordt het effect duidelijk van de mensheid moet gered worden en dan zijn we blij met iedereen die ons komt redden. En als het onze regeringen zijn en daar staat dan tegenover dat we al onze vrijheden moeten inleveren en dat we een chip onder de huid krijgen en dat we, hè, bij wijze van spreken, ja, dan doen we dat waarschijnlijk en we met een hele grote W. Ik denk niet in die termen, moet ik je eerlijk zeggen. En call me a dreamer, maar ik wil niet naar die wereld. Daar wil ik niet naartoe. En als je dan een ander dossier bekijkt, waar we ook middenin zitten, namelijk het uitlokken van een oorlog met Rusland en China, waarop aangestuurd wordt. En nou, die oorlog, daar is ook al van de Amerikanen van gezegd, wij vinden dat we het recht hebben op een preemptive strike met nucleaire wapens. Dus wij mogen alvast een aanval inzetten terwijl we nog niet zijn aangevallen. Dat is eigenlijk wat er in Amerika vooral wordt gezegd en in West-Europa. Dan moeten we gaan kijken naar het nucleaire dossier. En dat staat ook duidelijk in mijn boek. En ik heb dat niet zelf bedacht. Er is iemand in Amerika, Robert Hastings, die heeft zijn hele leven gestudeerd op het vraagstuk van UFO's en nucleaire technologieën, met name wapens. En wat blijkt, er zijn dus twee atoomwapens op mensen gegooid. Japan, zoals je weet, in 1945. Daarna nooit meer. In ieder geval niet officieel. Er zijn wel meer dan 2000 kernwapentesten gedaan. Nou, wat dat met de planetaire samenleving doet, dat zul je ook nog wel eens een keer te weten komen. Dat is niet best. Maar goed, dat is wel gebeurd. Dat hebben ze in zee gedaan? In zee, op land, hoog in de atmosfeer, in de ionosfeer, overal. Ze hebben overal weer op de maan wat... Dat wilden ze een keer. Dat is niet gelukt, voor zover ik weet. Maar er waren dus inderdaad een stel idioten die dachten, nou, wat zou er gebeuren? Ja, oké. Dat is dus net als dat je in de oudjaarsnacht een paar kanonslagen in een bushokje denkt. Nou, eens kijken wat er met het bushokje gebeurt. Ja, nou, dat kan je van tevoren bedenken. Nou goed, dus zo puberaal is het eigenlijk ook wel. Maar die Robert Hastings laat zien dat er ingegrepen is op heel veel momenten met het gooien van atoomwapens op mensen. Want het is verbazingwekkend dat die krengen nog nooit zijn ingezet. In al die jaren sinds de afgelopen 70. Dat is echt een wonder, maar dat is dus geen wonder. Dat is letterlijk ingegrepen. Ze waren in staat, en dat is zowel in Rusland, waarschijnlijk ook in China, maar in Rusland als in Amerika gebeurd, dat er komt een UFO boven een militaire basis hangen met atoomwapens. En die dingen staan allemaal dus in ondergrondse silo's, op grote afstand van elkaar. Want je moet natuurlijk wel kunnen blijven lanceren, ook al is er een atoomaanval op jouw dak. Die hebben allemaal een eigen bemanning, een eigen computer, een eigen aggregaat. Noemen we allemaal onafhankelijke systemen. En die UFO komt boven die basis en er wordt dan gezegd, oh, er is een UFO boven de basis. En al die verschillende systemen schakelen allemaal uit. Dat is in 2010 ook nog een keer gebeurd onder Obama. Nou, dan hebben ze echt paniek in Amerika, want zij kunnen niet meer lanceren. Dat nemen ze echt wel serieus. Ik bedoel, het is niet dat ze dan denken, oh, nou ja, even de elektricien er naartoe kijken of de stekker er weer in kan ergens. Weet je. Nee, dat is echt, dat is bloody shit, bloody probleem is het. Nou ja, dat is dus een aantal keren gebeurd. Het is goed beschreven, goed gedocumenteerd, mensen over gesproken. Zij laten dus feitelijk zien, jongens, je kunt ze afschieten, maar heeft geen zin, want we schakelen ze gewoon uit. Nou, dat weten ze. Dus ik heb ook de stille hoop, trouwens nu niet stil meer, want ik roep het gewoon nu, dat als er dus inderdaad zo'n valse vlag aanval zou zijn van de deep state met buitenaardsachtige technologie, of misschien wel volledig, om ons aan te vallen, zogenaamd om ons achter de grote leider aan te laten lopen, dat daar ook ingegrepen wordt. Dus ik probeer zoveel mogelijk die gedachten niet voeding te geven, zeg maar, die jij nou net wel had. Ja, ja, kijk, mag als hoor. Ik dat verhaal... Ja, ja. Ik kan van die Steven anders... Breer, je hebt gelijk, ja. Want het werd in eerste instantie gevoed door Carol Rose. En toen dacht ik van, hey... Ja. Mensen die zo nadenken inderdaad, hebben al kunnen zien... Laten we gewoon weten dat dit inderdaad een optie is. Dat dit een van de wapens is die men wil inzetten op een bepaald moment voor bepaalde doeleinden. Als we dat nou weten, dan kunnen we het ook loslaten. Want oké, dat willen wij niet. Nee. Ja. Ik wil, sorry dat ik onderbreek, af en toe heel even naar de vragen van ons live publiek kijken. We zitten nu bijna op onze eerste uur. Ik krijg een... vraag van Dennis Schaap. Die vraagt, wat vindt Koen over de geschiedenis van de mensheid en over de oude geschriften van de Sumeriërs en de Marabatta en de Veda's? En dat ze in die geschriften het hebben over buitenaarsen en het bezoek van deze buitenaarsen. Ja, ik ben er uiteraard geen expert in. Ik ben maar een simpel ingenieur. Maar dat is een van de onderwerpen die op je pad komen
op het moment dat je hierin verdiept. En er zijn ook echt hele slimme vorsters geweest die dit wel als expertise hebben en daar jaren in gestudeerd hebben. En over gepubliceerd hebben. Die zeggen van ja, maar als we nou puur kijken naar de oude geschriften en zowel wat jij noemt de Veda's, India dus, maar ook de Bijbel, maar ook in Midden-Amerika en Zuid-Amerika, mm-hmm. ook in Afrika. Volkeren waarvan wij als moderne geschiedkundigen van zouden zeggen van nee hoor, die hadden nooit contact met elkaar, dat kon niet. Dat die allemaal blijken vergelijkbare scheppingsverhaal te hebben. Waar het altijd erop neerkomt dat er iets van boven naar beneden komt. En dat zijn dan de goden, dat is ook altijd meervoud. Zelfs in de Bijbel wordt gesproken van de goden. En niet van God, maar van de goden. En de reuzen. Elohim. De Elohim en de Nephilim. De Nephilim waren de reuzen. En die deden het bijvoorbeeld met de meisjes van de aarde. En dat mocht niet van de goden. Want zij waren reuzen. En dat DNA matchte niet met die kleine meisjes die op haar. Nou, daar kun je je bij voorstellen. Dus, maar dat is allemaal anders uitgelegd in onze godsdienstlessen. Ze zeiden, nee, er is maar één god. En die reuzen, ja, dat is allemaal allegorie. Dat is allemaal, hè, dat is allemaal een beeldspraak. Ja, in mijn tijd kwam het boek in de jaren 70 van Erich von Däniken kwam naar buiten. Het waren de goden cosmonauten. Nou, die man is verguisd werkelijk. Maar hij heeft miljoenen boeken verkocht. En dat heeft echt iets weggezet in deze in dit veld van mensen die vandaar ook hun eigen onderzoek en hun eigen expertise op een andere manier zijn gaan bekijken. Van wauw, laat ik het eens serieus nemen, laat ik het eens letterlijk nemen wat hier staat. Er is iemand van NASA geweest die heeft uit het boek Ezekiel, een bijbelboek, letterlijk gewoon met zijn technische kennis vertaald wat hij daar las. En daar komt gewoon een ruimtevaartuig uit. Ik laat het gewoon open. Het zou mij niks verbazen. Er zijn ook klokkenluiders in de zin van mensen die veel weten van de geheimen die we niet mochten weten. Naar voren gekomen, zeggen we hebben al duizenden jaren contact op deze planeet met buitenaards. Het zou heel goed kunnen dat wij als mensheid, terwijl we evolutionair gezien, ik geloof wel in evolutie, maar ik geloof in sprongen die je kunt maken als je genetisch kunt manipuleren. He, dan sla je stappen over. Dat gebeurd is met het mensenras. Daarom vinden we die missing link ook nooit. Dus dat het materiaal, de meisjes van de planeet, he, dus de dragers met het zaad, het genetisch materiaal van buitenaardse, een nieuw mensenras hebben gecreëerd. Waarom niet? Dat is logisch. Als wij nu zeggen, nou nee, we kunnen nu pas genetisch manipuleren. Nou, dan vergeten we een heel stukje van onze gezamenlijke geschiedenis. Dus ik neem dat absoluut zeer serieus, zonder dat ik daar een expert in ben. Maar en dat veegt ook meteen de hele Darwinistische approach van tafel. Nou, het gekke is, Darwin was geen Darwinist. Zijn gedachtegoed is misbruikt door de neo-Darwinisten. Die hebben gezegd, oké, nou dan hebben we God niet meer nodig. En dan gaan we zeggen dat alles evolutionair heeft moeten plaatsvinden. Maar ja, dan kom je met zoveel problematieken in aanraking, waarvan Darwin zelf al de grootste twijfelaar was van ja, maar volgens mij kan dat helemaal op deze manier niet verklaard worden. Snap je? En zo worden wij totaal gemindwashed eigenlijk, gebrainwashed. Met de beste bedoelingen waarschijnlijk tijdens onze opleidingen en in alles wat we op televisie zien. Dat we heel veel van onze zekerheden, als we er echt naar zouden kijken, moeten zeggen jongens, want dat weten we helemaal niet zeker. Wat weten we nou eigenlijk? Mm-hmm. Ja? Dus ik neem dat onderwerp heel serieus. Ik vind het een fantastisch onderwerp trouwens ook. Dat hele ancient alien verhaal. Het is ook zeer populair op dit moment. Ja. Ja. Heb ik nog een vraag van Vishal. Vishal Rangai die vraagt, kunnen we vrije energie realiseren? Ja. Dat is A, het is al gerealiseerd. B, het is zwaar onderdrukt. Maar ik... Ja, ik praat er in Delft ook rustig over met hoogleraar. Ik zeg van, ja, heb je wel eens van vrije energie gehoord? Ja, dat bestaat niet. Dat is het perpetuum mobile. Nee, dat is niet het perpetuum mobile. Vrije energie is heel anders. Vrije energie is de energie van de kosmos. Dus dat is de totale hoeveelheid energie die overal altijd aanwezig is. En dan hoef je alleen maar te kijken naar Nikola Tesla. Dat is de grootste ingenieur die ooit op de wereld heeft rondgelopen. Die heeft 100 jaar geleden aangetoond dat vrije energie bestaat. Gewoon echt aangetoond. Waarom komen wij die nauwelijks tegen in onze geschiedenisboekjes? Nou, daarom. Ja, Edison is daarvoor in de plaats gekomen. Ja, Edison mocht dan, maar ook bijvoorbeeld radio. De man had al robotica, artificial intelligence, die had radio. Maar Marconi kreeg de prijs voor het ontdekken van radio. Maar dat had Nikola Tesla al lang ontdekt. Alleen de man was een uitermate zonderling met hele vreemde karaktertrekken enzovoorts. En daarom was het misschien ook makkelijk om hem te marginaliseren. Maar ze hebben er alles aan gedaan om zijn gedachtegoed echt weg te werken. Dus er is wel een eenheidnaam genoemd, maar wat hij precies... Hij heeft meer dan 500 patenten, wezenlijke patenten, eind 1800, begin 1900 al gerealiseerd. Zonder hem hadden wij de hele wereld
tot en met je laptop en de beamer hier hadden we niet gehad. Dus het is heel Vlaams te zeggen dat vrije energie niet bestaat. Dat is al lang aangetoond. Alleen je moet je vragen, afvragen. Bovendien, die UFO's vliegen er gewoon mee. Met anti-zwaartekracht en free energy. En vrije energie is maar een woord. Hè? Ik bedoel, het is het niet begrijpen van de keiharde fysica die erachter zit. En kunnen we die realiseren? Nou, ik denk dat er meerdere uitvinders in de wereld zijn geweest die het al gedaan hebben. Daar is het niet altijd goed mee afgelopen. Dat is ook geen leuk verhaal. En op dit moment is vrije energie... ik ken een aantal mensen die daar heel erg mee bezig zijn. En niet iedere doe-het-zelf-uitvinder realiseert het. Dan maakt het meteen voor Delftenaren heel erg ingewikkeld. Of laten we maar zeggen voor techneuten in het algemeen. Er is een interactie tussen je apparaat en je bewustzijn. En dat is nou precies wat we niet geleerd hebben. Alles is onafhankelijk van elkaar. En een apparaat is een apparaat. En ik ben ik. En mijn bewustzijn is een toevallige ontwikkeling van stroompjes en chemische reacties in je brein. En dat noemen we dan bewustzijn. Nou, dan heb je dus de schepping niet begrepen. Het bewustzijn is de primaire beweger. En alles wat zich manifesteert is bewustzijn, maar dan gemanifesteerd bewustzijn. Dus ik zeg altijd, de echte drie-eenheid in de wereld is de Heilige Geest. De Heilige Geest, God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Nee, de echte drie-eenheid is bewustzijn, energie, massa. En die zijn onderling uitwisselbaar. Het zijn stadia van bewustzijn. Energie, massa. Ja. En daarbij is bewustzijn het hoogste gedeelte. Dus als je een apparaat maakt en je gelooft daar zelf niet in de zin van geloven, je bewustzijn... haalt de kracht eigenlijk letterlijk uit het apparaat, dan doet hij het niet. En dat kunnen wij niet begrijpen. Zover zijn we nog niet. Dus ik denk, zodra we dat ons echt gaan realiseren, dat we het dan ook veel makkelijker kunnen manifesteren. Duidelijk. Volgens mij hebben we een vraag van Bente. Ja, ik vraag me af of jij en misschien andere collega's wel eens de verantwoordelijkheid voelen voor het adviseren van de regering, voor het herinrichten van... de maatschappij, in ieder geval in ons eigen landje. En hoe je dat dan aanvliegt. Ja, nou, als je gaat over het herstructureren van de maatschappij... in de zin van wat de invloed van ingenieurs daarin is... in de politiek, zeer miniem. Ik heb altijd gezegd ook, er moeten meer ingenieurs in de Tweede Kamer. Hoe kan het dat je... Hoe kan dat? Waarom pik je dat? Ja, weet je, de meeste ingenieurs willen de politiek niet in. En daarom komen mensen die geen ingenieur zijn er makkelijk mee weg om de politiek in te gaan. Waarom bedenk je dan niet een alternatief systeem? Ja, dat is heel makkelijk. Een alternatief systeem, weet je... Je staat mijn vraag. Ik snap je vraag. Jullie weten met z'n allen heel vreselijk veel goede alternatieven... Ja. voor een maatschappij of in ieder geval een manier waarop we het nu doen... Ja. Een hoop ruimte voor verbetering is, in de brede zin van het woord. Hoe vlieg je dat aan? Ik zou me heel verantwoordelijk voelen. Of ik zou denken, ik zou het leuk vinden als mijn buurman een beter leven krijgt van wat ik allemaal geleerd heb. Nou, in de eerste plaats moet ik zeggen, en dat is niet mezelf op de borst te kloppen, maar ik ben natuurlijk niet een standaard ingenieur. Dus het vereist een paar andere stappen die je moet nemen in je bewustzijnsontwikkeling. Om te komen zeg maar, van een louter technisch bekijken van de wereld... en proberen binnen bedrijven of binnen welke plek je dan ook hebt... een product te maken wat geld op moet leveren... en mee te doen in de grote economische redrace. Tot zeg maar, iemand die ook reflecteert op wat je doet en wat er nodig is... en ook buiten de gebaande paden durft te treden. Dus daar is in de opleiding gewoon geen aandacht voor. Hoewel ik steeds meer studenten tegenkom die daar wel voor openstaan. Die veel meer alfa, beta zijn. En ook wel dat bewustzijn hebben van... goh, deze wereld is toch niet helemaal de wereld waarin ik dacht dat ik aan de slag zou kunnen gaan. Dus, maar voor de gevestigde orde... dus de plekken die men inneemt zeg maar, op de belangrijke beslissende posities... daar zitten meestal niet dit soort mensen. Hoewel ik ook daar, en ik ben toch heel positief vandaag merk ik, wel steeds meer mensen zie die ook op die posities dingen gaan proberen. Maar die zitten altijd nog net onder de top. Net onder de CEO en de raad van bestuur. Ja, dus, ik heb altijd het idee dat in Nederland dat je daar gewoon kan aanbellen. Nee. Je kunt nergens gewoon maar aanbellen met een verhaal en zeggen van dit gaan we doen en dit is beter. Ik niet. Dat werkt zo niet. Je komt heel snel in... Als je al bestuurlijk heel hoog zit, waar dan ook, heb je meestal
al een bepaald traject afgelopen. Laat ik, maar, ik generaliseer hoor. Ik bedoel, maar goed, dat is mijn observatie op dit moment. Dus je hebt al een bepaald traject. En als je op hoge bestuurlijke positie zit, heb je meestal dus niet het technische traject doorlopen, maar meer het organisatorische bestuurlijke traject. En dan zit je dus al niet meer met twee poten in de modder. De realiteit, zou ik maar zeggen. En je zit niet meer in van, ik doe mijn bek open over dingen waarvan ik zeker weet dat mijn omgeving dat eigenlijk niet zo ziet. Want dan kom je daar namelijk niet. Mm-hmm. Snap je? Dus het is voor een deel een suïcidaal traject. Mm-hmm. Waarvan ik denk dat we dat moeten lopen. Want ik zie dat we met z'n allen op een suïcidaal spoor zitten. Dus laat ik dan maar een keer mijn mond open doen. Om te zeggen van, joh, er komt een stootblok aan het einde. Het station is daar. En dat stootblok is echt heel rigide, zit goed in de grond. En wij komen met 200 km per uur aanzetten. Dus, nou ja, goed. De nieuwe kleren van de keizer, zou ik maar zeggen. Dus nee. En ingenieurs worden sowieso niet zo serieus genomen in de wereld. Je kunt beter advocaat zijn en een Nijrode gedaan hebben dan de Twente of Eindhoven, laat ik het zo maar eens noemen. Ja. Ja, wat aansluit op jouw vraag is eigenlijk ook, als je nou dit soort waardevolle informatie hebt vanuit een achtergrond en een vakgebied wat toch heel waardevol is, waarom wordt het dan niet serieus genomen? Dat is hetzelfde vraag of dat nou politiek, of dat nou media is, of dat, waar dan ook. Inderdaad, dat is een hele logische vraag waar heel veel mensen van zouden denken, hey, maar oké, als dit nou inderdaad echt zo is en we hebben hier bewijs voor, waarom wordt er dan niks aan gedaan? Waarom is er geen koerswijziging van dat traject met het dode end, waar we het van aanzien komen? Als je een bedrijf begint, dan ga je altijd op zoek naar de minimal viable product. Dus dan ga je op zoek naar wat is de meest laagdrempelige manier waarop we een idee kunnen testen. Ja. Wat is dat voor jouw kennis? Doe je wel eens iets met je test, je wel eens iets bij je buurvrouw? Je bedoelt heel concreet. Het gaat over hele grote dingen. Ja, kijk, we hebben allemaal ons eigen talent. Mijn talent is vooral communicatie. Dus ik schrijf een boek. En ik probeer mensen op die manier datgene wat ik ontdekt heb mee te geven. Ik weet dat dat boek op allerlei plekken terechtkomt. En ik weet dat sommige mensen het aan bepaalde mensen geven. Dat wil niet zeggen dat als die het boek lezen en denken, hey, dat is interessant, dat ze daar morgen ook zelf iets mee kunnen gaan doen. Maar ik zie wel dingen gebeuren. Of dat in het goede tempo gaat, ja, ik ben van nature niet ongeduldig, maar ook niet ontzettend geduldig. Dus ik vind dat het te langzaam gaat. Maar oké, dat is de weg van de wereld. En dingen gebeuren ook op het moment dat het kan en dat het moet. Wat dat betreft vind ik ook positief. Alleen, dus het is niet mijn talent om nu een vrije energiemachine te gaan maken of een UFO te gaan bouwen. Dat is niet mijn talent. Maar ik zie wel steeds meer mensen die daar wel mee bezig zijn en gestimuleerd worden door het feit dat je daarover uitspreekt. Wel denkt van, hé, maar als ik dat nou kan, dan moet ik misschien maar eens wat gaan doen. Dus dat gebeurt wel, ja. En het is ook evident dat er bepaalde belangen verstrengeld zijn. Waardoor nou ja, kijk, als je dus op die bestuurlijke plekken zit, dan ben je daar gekomen met een bepaald voortraject. Ik zei het net al. Dat betekent dat je ook schatplichtig bent geworden aan degene die je daar gebracht heeft. En als die nou net andere belangen hebben, en dat is wel een beetje waar het in de wereld om draait. Ja. Dus ja, dan kom je weer op hetzelfde punt uit. Dus ik geloof ook niet, en dat is eigenlijk waarom ik wil bekrachtigen eigenlijk de kracht die in onszelf zit als eenvoudige mensen, dat wij degene kunnen zijn die dat gaan afdwingen. Als we maar met grote groepen zijn. Als we maar gewoon bij de verkiezingen zeggen, luister, je bent nou klaar mee. Dat trek ik gewoon niet meer. En dan kunnen we alweer lullen over 400 windmolens erbij. We weten gewoon dat het niet gaat helpen. Ja. Dus wat gaan we nou wel doen? En ik heb daar iets gelezen en daar ook. En die mensen willen wat. En waarom krijgen die nou de kans niet? Snap je? Dus die kracht en die macht ligt bij ons. Letterlijk. Ik denk dat dat even een goed punt is om... we zijn ongeveer een uur verder. We gaan eventjes 5 minuutjes, 10 minuutjes pauzeren. Ja. Dan gaan we in de tweede helft van deze podcast gaan we iets meer in op je recentelijk verschenen boek. Nee, 9/11. Gezellig. Gezelligheid. Ook eventjes om door deze zure laag waar we het nu eigenlijk over hebben, om daar een soort van even naar te kijken, maar ook vooral te kijken naar de mogelijkheden met betrekking tot dit soort dingen bespreekbaar maken. Ja. En waarom het nog steeds van belang is. Want voor veel mensen is UFO's sowieso al de ver van je bed. Ja. Maar bijna iedereen weet nog waar ze waren op het moment dat ze die toren zagen instorten. Ja. En dat zijn toch twee onderwerpen met geheimhouding, met controle van waarheid, het belachelijk maken van mensen die een ander verhaal verkondigen. Ja. Wat
in elkaar linkt op een bepaalde manier. Absoluut. Ja. Waar was jij Koen toen de toren? Ik was op mijn werk in Delft. En we hebben in het laboratorium waar ik werkte naar een televisie te kijken. Ja. En dat weet je inderdaad nog. Ja. Ja, hoe oud waren jullie toen? Ja, hoe oud was ik toen? Ik was toen 10. Ik weet nog wel, ik was bij een vriendje thuis tijdens de pauze van de middelbare school. Ja. Toen zaten we in zijn woonkamer en toen. Wow, check dit. En toen op het moment dat we gingen kijken, stortte de eerste toren in elkaar. Ja. Kijk, de meeste jongelui die nu gaan studeren in september, die waren er 2, hè? Ja. Zo lang, dat is zo snel gaat dat. Dus als we het er niet meer over hebben, is het nog 1 generatie, is het weg. Ja. En er is genoeg nog over 9-11 om toch nog eventjes over blijven nadenken. Ja. We gaan naar het tweede deel van de podcast. En dat heeft eigenlijk iets meer betrekking op het tweede boek wat jij ook hebt geschreven. 9-11, 9-11, gewoon een complot. Het is een onderwerp wat gelijk wordt bestempeld als een complottheorie. We hebben een beetje provocerend deze podcast ook complotfeiten genoemd. Mm. Want dat is iets wat jij ook onderschrijft in je boek. Op een gegeven moment, de definitie van een complot is mensen die in het geheim afspraken of acties ondernemen om andere mensen te ondermijnen. Dus met een kwade intentie. Ja. Nou, de geschiedenis zit er vol mee met gebeurtenissen dat al is gebeurd. Maar zodra je naar de level gaat kijken, kan je bijna niet anders dan concluderen dat dat het geval is. Voordat we daarop ingaan, wil ik nog eventjes een clip starten van de former Secretary of State voor Defensie. Je hebt zojuist genoemd dat je hem al een keer geïnterviewd hebt. Ja. Andreas von Bülow. Zijn grootvader heeft nog gevochten tegen Napoleon, heb ik gehoord. Yes. En nou ja, die clip spreekt voor zich, maar ik zal hem eventjes uitzetten voor mensen die zich afvragen wat er die dag gebeurd is en wat daarvoor een verklaring zou kunnen zijn. Well, you have 4 options to declare 9/11. One is it was a strike out of the blue, nobody knew anything. It was the first word the American administration told the public. Then they knew a lot, but in different agencies, and the picture was so difficult to put together that they couldn't find out what was happening, what was in the future, and I think it's has broken down, but the administration is fighting on this line. The third option is they let it happen. They knew something, or they knew the whole story and let it happen because they could use it in order to bring about war against up to 60 states, as they said later on. And the fourth version is they organized it or were part of organizing it, and the way it happened is so strange, and the unwillingness of the administration to clear up all the environment is so strong that I finally come to the belief that it must be a steered operation, covered operation. Yeah. I don't know how many people within governments have second thoughts. I think the Secret Services know quite well, and they have the professionals finding out that this can't happen like the American administration is telling the public. There are experts around which would agree with dissent. But to put it up and to bring it into the operational level for governments, it's very difficult because the American administration is fighting like hell against anybody who is doubting about their version of things. I think the main aim of the Bush administration is broken down or written down in the project of a new American century. They say we have to fight against at least 60 states harboring terrorism, mostly in the near where oil is situated or gas. In order to bring the support for this war, this is necessary to have this international new terrorism.
It's a clash of civilization. This is the theme which has been brought up in the beginning of the 90s. Sam Huntington told us we have to have new enemies. We have otherwise Western societies will not be able to lead. So you see this idea behind all this, and I don't believe in Osama bin Laden, I don't believe in Al-Qaeda. I think it's all brought up by continuous faking of intelligence and propaganda. Ja, had je maar meer van dit soort winstpersonen die dat gewoon openlijk zeggen, dan hadden we een andere wereld. Nou ja, kijk, dat is iets wat Bente net ook aankaart. Want dit is toch wel een persoon met een bepaalde staat van dienst. Ja. En ervan uitgaande dat hij dus ook bepaalde informatie tot zijn beschikking heeft, die vrij kwalitatief waardevol is. Ja. Dus kan vergeleken worden met bijvoorbeeld de oud-minister van Defensie van Canada ja. Paul Hellyer, die ook over het disclosure issue veel praat. Waarvan mensen bijna niet kunnen geloven dat die mensen geen podium krijgen als ze zo'n duidelijk standpunt daarin kunnen aannemen met een achtergrond die dat... Ja. Ja. Kijk, Van Bülow heeft in 2002 al zijn boek geschreven dat 9-11 gewoon een inside job is geweest. Dat moet je nagaan. Toen moest de hele wereld nog wakker worden. En hij wist dat al. Is het dan raar dat zo iemand dat weet? Nou, nee. Hij is mede verantwoordelijk geweest voor het ontmantelen van de Stasi. Dat is de Oost-Duitse geheime politie. Hij is minister geweest, hij is staatssecretaris geweest. Wij denken dan dat mensen in zo'n positie allerlei dingen horen die het gemiddelde publiek niet hoort. Nou, daar mag je dus wel van uitgaan. De meeste van dergelijke bewindspersonen kunnen niks met die informatie. Die kunnen daar niet mee naar buiten. A, dat is niet goed voor hun eigen carrière, want dat is het eerste waar ze aan denken. B, het kan ook slecht zijn voor je gezondheid. En C, als je naar buiten gaat, is er een ontzettend instrument aanwezig om te zorgen dat die informatie niet serieus wordt genomen. En dat is zeer effectief geweest tot nu toe. Nou, desondanks zijn er toch een aantal mensen die daar zich niks van aantrekken, omdat ze een heel sterk ethisch gevoel hebben dat het met deze wereld niet goed gaat aflopen. Als het gaat over de ontwikkelingen. Ik heb hem gevraagd, afgelopen augustus heb ik hem zeer uitgebreid kunnen spreken. Hij staat ook op mijn boek met een aanbeveling. Net als Dries van Acht trouwens, ook een bewindspersoon die uitermate zijn mond open doet over dingen waarvan hij veel af weet en het er niet mee eens is. Over 9-11. Maar ik heb hem dus zeer uitgebreid gesproken van Bülow. En ook gevraagd van, heb je kinderen en kleinkinderen? Nou, hij heeft 8 kleinkinderen. En best veel. Ik zeg, hoe ga je daarmee om? Wat vertel je die eigenlijk? Wat zegt opa van Bülow met de kinderen op schoot? Hij zegt, het is heel moeilijk om dat verhaal kwijt te gaan. Want zelfs zijn eigen familie... Is lastig? Nou ja, nogmaals. Er is mij wel eens gevraagd, jij stelt zelf de vraag van, wat kun je met die informatie doen? Stel je nou eens voor dat je hoogleraar bent op een gemiddelde Nederlandse universiteit. En je weet iets binnen je vakgebied, even los van wat het is, wat eigenlijk niet het officiële verhaal is. Wat ga je dan doen? Mm-hmm. Je hebt een vrouw en kinderen, je hebt een hypotheek, je status is ervan afhankelijk, je hebt collega's die daar ook niet in mee zullen gaan automatisch. Dus je zit onmiddellijk met een zeer groot dilemma. Voel je dat ook? Of zeg je, dat is hypothetisch. Nee, maar het is echt zo. Het is letterlijk zo. Ze kunnen hier helemaal niks mee. Dat is één. Ik vind niet dat dat zo is trouwens. Ik vind dat ze gewoon hun mond open moeten doen. Alleen, je moet wel met elkaar zeggen, jongens, we gaan het allemaal doen. Nou gaan we allemaal gewoon dossiers opengooien, want we willen er een betere wereld van maken. Als één iemand het doet, kun je hem zijn kop afsnijden. En dan hebben we het er niet meer over. Hè. Dat gebeurt heel vaak. Maar als het er te veel worden, en dat wordt dan nu steeds meer, hè, want de mensen beginnen hun mond open te doen, dan is er geen houden meer aan. Maar dan is er ook helemaal geen macht bij de macht. Want die hebben helemaal niet veel macht. Want die macht moet gedragen worden. Als de draagstoel van de koning wegvalt, valt hij gewoon met zijn dikke reet op de grond. Zo simpel is het. Alleen, zolang mensen daar maar blijven tillen, dan gaat hij hoog boven het volk door het leven. Dus hij is typisch iemand die natuurlijk hier ook... Het is aan het einde van zijn carrière, dus hij heeft er niet zo ontzettend veel last meer van. Hij is waarschijnlijk ook al rijk genoeg, waardoor zijn pensioen hem ook niks meer uitmaakt, snap je? Mm-hmm. Dus die onaantastbaarheid van bepaalde mensen op een bepaald moment in hun leven is fundamenteel. Daarom zijn ook in het UFO-dossier
heel veel mensen die daarover naar buiten komen, zijn gepensioneerd. Paul Hellier, die heb ik 2 keer ontmoet. Ik ken al die mensen uit het dossier natuurlijk. Want ja, ik vind, daar moet je zelf mee gaan praten. Mm-hmm. Die was in de 80, die man is inmiddels 90. Maar hij is nog steeds in ieder geval wel bereid om ook boos te worden op de Amerikaanse regering of op iemand anders. Gewoon om te zeggen, die UFO-dossiers moeten vrijkomen. Dus, en dan ben ik toch blij dat dit soort toppers dat in ieder geval doen. Ja. Absoluut. En dat geeft ook iets meer, voor mensen die voor het eerst geconfronteerd worden met deze informatie, gelijk mm-hmm. iets meer waarde en geloofwaardigheid. Ja. Dat is zo. Ik bedoel, als die mensen hebben echt iets te verliezen. Ja. Geldt ook voor de mensen in het Disclosure Project. Want nogmaals, als je heel je leven gefunctioneerd hebt op een bepaalde positie en je hebt daar je status aan ontleend en heel veel publicaties of prestige of wat dan ook. Ja, daar moet je dan toch met een verhaal wat daar niet bij past, moet je daar wel afscheid van durven nemen. Ik vind het alleen maar sterker worden, maar dat is niet het algemene beeld in het al. Zeker niet. We hebben het vandaag over onderwerpen. Dat als je die werkelijk wil begrijpen, moet je er heel veel tijd in steken. Mm-hmm. Omdat het niet op het nieuws komt, omdat het niet op school wordt behandeld, moet je daar dus in willen duiken. Moet je dat dus durven onderzoeken. Moet je er kwetsbaar over opstellen door daar met anderen, die ook dingen kunnen snappen, over te praten. Ja. En daar wordt het vaak lastig. En dat is lastig. A, je hebt heel weinig tijd. B, heel veel mensen missen ook een bepaalde achtergrond om iets te kunnen doorgronden. Mm-hmm. En C, ja, je komt al heel snel op het moment dat je denkt van, verdomme, maak ik hier nou nog vrienden mee? Ja, word ik nog uitgenodigd op feestjes? Conditionering waar ja, ze mee te maken hebben. En ja, snel merken die cognitieve dissonantie zeker. Die erin kikt, waardoor je heel snel wil verzetten tegen bewijs eigenlijk. Ja. Ja, en het is ook niet prettig, dus je moet daar wel doorheen. Maar goed, er zijn genoeg mensen die dat inmiddels wel willen. En met een beetje moeite kan iedereen het begrijpen. Ik bedoel, mijn UFO-boek is geen diepgravend boek over de technologie van UFO's. Het is gewoon een verhaal van waarom ik het als ingenieur een serieus onderwerp vind. Wat ik de moeite waard vind om daar met elkaar een discussie in het openbaar over te voeren. Absoluut. Nou is het alleen het fenomeen waar we tegenaan lopen. Hidde noemde net al cognitieve dissonantie. Ik kan me het nog van mezelf herinneren, toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met dit soort informatie. Dat was in mijn geval de documentaire Zeitgeist en het bekijken van de alternatieve theorieën van 9-11. Dat ik dacht, nee, dat is onzin. Ja. Een vriendje van mij die heeft mij erop geattendeerd en ik dacht, nee, man, dit kan niet, het is niet waar, je bent gek. Dat gevoel van, hè, het kan niet. Toch die documentaire gekeken en gewoon een fysiologisch, fysiek naar gevoel van het geconfronteerd worden met informatie die niet strookt met hoe jij denkt dat de wereld in elkaar zit. Dat was gewoon echt een pijnlijke ervaring bijna. Niet alleen omdat je dan denkt van, hey, hoe kan het nou dat we in een wereld leven waar dit soort dingen kunnen. Maar ook dat je aan jezelf gaat twijfelen van, ben ik nou gek? Of zijn zij zo gek? Ben ik voor de gek gehouden? Zoals bij zo'n quote van Mark Twain, it's easier to fool people than to convince them they have been fooled. Ja. Maar dat is wel het mentale proces wat een soort van tussen de waarheid en wat er officieel verkondigd wordt instaat. Mijn vraag aan jou is eigenlijk heel kort. Van hoe kan je mensen nou op een zo kort mogelijke wijze laten inzien ten eerste wat de waarde is van het onderzoeken van dit soort fenomenen. Ja. En ten tweede heel duidelijk aantonen van hey, het officiële verhaal is gedeeltelijk of volledig gebaseerd op leugens. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is op de eerste plaats om voor jezelf helder voor ogen te hebben dat het niet jouw verantwoordelijkheid is wat een ander vindt. Mm-hmm. En ik zeg dat naar een hele aantal diepe lessen die ik zelf heb moeten leren, dat je wil een ander overtuigen. En dat kan niet, want een ander moet zichzelf overtuigen. Mm-hmm. Wat je kunt doen is zeggen, oké, dit is mijn zoektocht, dit zijn mijn conclusies op dit moment, want dat kan volgende week ook weer anders zijn. Misschien niet wezenlijk, maar wel op details en misschien ook weer op andere onderwerpen. Maar dit is mijn zoektocht en ik wil je daarvan vertellen als je daarvoor openstaat. En als een ander daarvoor openstaat en naar jou wil luisteren, kun je me een aantal dingen een handreiking geven of basale informatie aanbieden. Als die persoon daar dan voor openstaat en zegt, hey, dat is inderdaad bijzonder en belangrijk, ik wil daar zelf ook in investeren, dan moet hij zijn eigen zoektocht doen, want dat kun je niet voor een ander doen. Mm-hmm. En als je hem daarin kunt begeleiden en sturen in de positieve zin, hè, dus van op de juiste dingen wijzen, dan bereik je iets. Maar iemand overtuigen die niet wil, dat gaat niet gebeuren. Mm-hmm. Dus het is het delen van informatie, het eerlijk vertellen van wat je hebt ontdekt en wat je hebt gezien. En daarvoor staan. Dat is het enige wat je kunt doen eigenlijk.
En iedereen kan dat op zijn eigen manier doen. Ik ben toevallig in de mogelijkheid geweest om lezingen te organiseren, om een boek te schrijven, om zelf lezingen te geven. Televisie te komen op radio enzovoort. Dat is mijn talent. Ik heb dat dan daarom ook maar gedaan omdat ik de informatie belangrijk vind om te delen. Maar als iemand zegt, nou ja, dat heb ik allemaal niet, maar ik heb wel een familie en ik deel het boek uit, of ik organiseer een keer een lezing, of weet ik wat, snap je, dan kun je ook iets doen. En ik hoor mensen soms verhalen vertellen van, ja hoor, ik heb dat gelezen en laatst stond ik bij de bakker en toen kwam er iets voorbij en toen zei ik gewoon dat iedereen kon horen, nou, ik denk dat het misschien wel zo en zo kan zitten. En dat hij dan hoorde van, ja, daar heb ik ook wel eens over nagedacht of wel eens iets van gehoord. En dat lijkt heel triviaal en simpel, maar daar begint jij het. Weet nog dat je op een gegeven moment iets zag. En je weet nog dat je daar niet lekker van werd. Mm-hmm. En je weet nog dat je dan verdomme van, ik ga het zelf onderzoeken, want ik wil aantonen dat het niet klopt. Mm-hmm. Dus er is een klein moment dat er een zaadje in jou geplant wordt. Ja. En dat kan een fractie van een moment zijn, of op een meestal op een onverwacht moment. Mm-hmm. Of door een beeld of wat dan ook. Ik zit dus in die documentaire van de Filmacademie. En iemand die loopt in Amsterdam voorbij en die ziet, ze bestaan echt, weet je wel, gaat dan over buitenaardse. Ja. En dan in één keer denk van, oh, dat moet een onderwerp worden van mijn afstudeerproject. Ja. En straks gaat dat, want er is internationaal belangstelling voor, wordt dat een internationale documentaire op filmfestivals. Ja. Zo werkt het. Ja, dat is trouwens een toevallige vriend van mij, Daniel Berens, dat verhaal heeft hij ook wel gesteld. Inderdaad, zo'n zaadje wat geplant wordt, wat dan in één keer hoeft niet direct maar tot bloei. Maar jij kunt het zaadje planten. Maar jij kunt er niet voor zorgen dat die eikenboom uiteindelijk 500 jaar wordt. Nee, daar moeten mensen zelf voor kiezen. Ja. En er is... we zullen heel kort eventjes het 9/11 verhaal aanstippen. Ze hebben het vaak over de smoking gun. Met betrekking tot het 9/11 verhaal. Dat noemen ze World Trade Center 7. Ja. Ik wil daar een heel klein fragmentje van laten zien. Wat in mijn optiek laat zien, van, stel dat dit inderdaad in scène is gezet, over wat voor schijven dit dan allemaal gaat en hoe onwaarschijnlijk het eigenlijk is dat heel veel mensen dit nog niet weten. Want vaak als ik eventjes wil polsen hoe mensen hiermee, of mensen hiermee bekend zijn, dan vraag ik aan ze van hoeveel gebouwen zijn er neergestort in New York op september 2001. Ja. De meeste mensen antwoorden met twee gebouwen, want die hebben die twee torens in zien storten. Nou, er is dus een derde gebouw ingestort. Dat zien we hier. Because everybody, once you have seen building 7, there is no way back. You can cheat on yourself, and you can try to suppress it, but you cannot. You have seen it, and then there is no way back. It's not very healthy, you know, to lie to yourself and say, no, I didn't see that. But many people do, because it's simply too painful. Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago, I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. It seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now, and New York is still unable to take on board what has happened to them today. Presumably there were very few people in the Salomon building when it collapsed. I mean, there were, I suppose, fears of possible further collapses around the area. That's what you would hope, because they don't really know where to turn. That's the very sad thing. I think there's going to be a lot of very, very traumatized people that has hit them very, very hard. Jane, I think many of us, when we heard the news, perhaps on the radio earlier today, were completely flabbergasted by it and just
couldn't comprehend it. I mean, it almost sounded too far-fetched. I was wondering what it's felt like for you being in Manhattan. Well, unfortunately, I think we've lost the line with Jane Stanley in Manhattan. Wat ik het opmerkelijke van deze clip vind, is ten eerste dat er dus dezelfde dag ook een World Trade Center instort, wat niet eens geraakt is door een vliegtuig. Waar je al wat op een bijna praktisch soortgelijke wijze in elkaar stort. Maar tegelijkertijd dat het dus bericht wordt via op live televisie via een mainstream media kanaal. Zonder dat het überhaupt heeft plaatsgevonden. Dus dat zou impliceren dat er dus al voorkennis is van dat gaat gebeuren. En ze werken met scripts. Ze werken met scripts, want het is die meneer leest het ook voor van de teleprompter. Dus er is ergens van hogerop, via een editor of waar dan ook, is dat bericht al vooraf klaargezet en naar buiten gebracht 20 minuten voordat het überhaupt ging gebeuren. Dus het wordt gedirigeerd eigenlijk. Dat alleen al impliceert dat er dus voorkennis is van iets wat gaat gebeuren, wat zodra je ernaar gaat kijken sowieso al moeilijk te verklaren is. Ja. Wat is jouw kijk daarop en wat voor rol speelt World Trade Center nummer 7 in het hele 9/11 verhaal? Nou, om te beginnen heeft dat inderdaad heel veel mensen wakker gemaakt. Het gebouw stort van of onderen in. De Twin Towers, dat hebben we gezien, die beginnen boven met instorten en dat gaat progressief door naar beneden. Maar dan ook echt tot op de begane grond. En het World Trade Center 7, dat begint onder en stort dan op de klassieke control demolition manier in 6,5 seconden. Dat is de smoking gun geweest, omdat dat zo ontzettend perfect gaat, dat het, dat het niet te verklaren is. Hè. Want dat kan alleen maar als er artificiële middelen worden gebruikt, in dit geval gewoon explosieven. Het gekke is, ik ben daar ontzettend ingedoken, dat er al vanaf het middaguur wordt gesproken over het instorten van gebouw 7. Er zijn hele filmpjes van gemaakt waarbij dus op alle Amerikaanse nieuwskanalen door officiële instanties al wordt aangekondigd dat er waarschijnlijk het gebouw 7 ook in gaat storten. Dat is vrij uniek, want er is geen vliegtuig ingevlogen, er is niet excessief brand in het gebouw. Dat is allemaal te blussen, maar daar hebben ze niet voor gekozen. Maar er is nooit flink brand geweest. En het is in die zin uniek dat er nog nooit tot op dat moment, nog nooit een stalen hoogbouwconstructie is ingestort door brand. En dan kun je zeggen, maar 1 en 2 zijn ingestort. Oké, daar valt ook nog veel van af te dingen, maar dat begint dan boven, het begint niet onder. En het begint dan officieel op de plek waar de vliegtuigen zijn binnengevlogen. Dus het is zelfs voor ingenieurs dan in hun gedachtenwereld, dat wil niet zeggen dat de werkelijkheid is, maar in hun gedachtenwereld is het van, oké, vliegtuig, gat in de gevel, brand, instorten. Dat is duidelijk. Nou, dat is niet zo. Maar gebouw 7 had het dus allemaal niet. Dus waarom wisten in Manhattan eigenlijk de mensen vanaf middaguur al dat gebouw 7 in zou storten? Dat was heel raar. En dan vervolgens de manier waarop. Dus heel duidelijk met controlled demolition. Nou, hoe ga je daarmee om? Nou, dat is voor heel veel mensen de smoking gun geweest. Er is een heel fameus filmpje, ik weet niet of je dat hebt, van een Nederlander, Danny Jovenko. Die in 2006, in dezelfde uitzending waar ik zelf ook in zit met mijn studenten, door Zembla journalisten wordt gevraagd van, kijk eens naar dit filmpje. En dan zie je op dat moment gebouw 7 ook echt instorten. En dan mag hij dan helemaal blanco op reageren. En hij zegt dan onmiddellijk van, dat is duidelijk anders. Dat is controlled demolition. Dat heeft een team gedaan van experts. Dat is vakwerk. Ja, maar dat is ook op 9/11 zelf gebeurd. Weet je dat zeker? Op de dag zelf? Weet je dat zeker? Is dat echt waar? Hij kan het echt niet geloven. En dan zucht hij en dan zegt hij, dat hebben ze hard doorgewerkt. Met andere woorden, hij heeft 26 jaar gebouwen opgeblazen. En weliswaar niet zulke grote gebouwen, die hebben we in Nederland niet. Het gebouw was 190 meter hoog. Hè? Onvoorstelbaar hoog. Ja, dat zag je niet naast de Twin Towers, maar dat was een heel hoog gebouw. Dat hebben we nergens in de wijde omtrek niet. Dus hij kan het niet geloven. Hij heeft 26 jaar gebouwen laten instorten met explosieven. Hij weet hoe dat werkt. Hij ziet het en zegt, dat is controlled demolition. Nou, dat is een legendarisch filmpje geworden. Dat zit in alle documentaires over 9/11.
Dus dat heeft veel mensen wakker gemaakt. Onder andere die architects en engineers van 9/11 Truth. Mm-hmm. Vanaf dat moment zijn ze losgegaan. En ze zijn als pitbulls hangen ze in de kuiten van de Amerikaanse overheid en ze laten niet meer los. En ze groeien nog steeds. Er hangen steeds meer pitbulls in die kuiten. En dat wordt heel vervelend op een gegeven moment. Kan je daar iets meer over vertellen? Want voor mensen die er niet bekend mee zijn, er is dus een groep architecten en engineers. Ja, die zijn ook dezelfde tijd, ongeveer 2006, 2007 begonnen. Ook mensen vanuit vakgebieden zeiden van ja, we kunnen ons mond houden of we kunnen ons mond open doen. Maar ze hebben ook onmiddellijk gezien, waar Van Bülow ook over praatte. Nou, de Amerikanen hebben van tevoren al verteld wat ze gingen doen naar aanleiding van 9/11. Hè. Dus als je praat over motieven en de modus operandi, dan zeg je oké, nou, we hebben een aanleiding nodig om oorlogen te starten in het Midden-Oosten. Nou, hoe gaan we dat doen? Amerikanen hadden helemaal geen zin in een oorlog, hè. Praat ik het over het grote publiek. Amerikanen hadden geen zin om zoveel geld per jaar te betalen honderden miljarden aan wapens. De muur was gevallen, dus de Russen waren geen gevaar meer. Dus waarom zouden we in het Midden-Oosten gaan vechten? Nou, daar hadden zij een document voor gemaakt, de Neocons, Project for a New American Century. En daar staat letterlijk in, de Amerikanen willen geen oorlog, dus wat hebben we nodig? Een nieuwe Pearl Harbor. Dat is geschreven door heel veel mensen in 1999 en 2000, die in 2001 in één keer allemaal in de Bush-clan zaten. Die kregen allemaal posities als minister van Defensie, als veiligheidsadviseur, nou noem maar op. Dus toen konden ze los. Dat is het motief. De modus operandi is dus dat ze een aanslag nodig hadden in het hart van New York, die zo erg erop en erover was, dat iedereen zei, ja, nee, natuurlijk moeten we nou gaan vechten. Ja, dat kan niet anders. Toen hebben ze die gekke Osama Bin Laden de schuld in de schoenen geschoven. Nou, het is godse mogelijk. Dat zegt Van Bülow ook, hè. Dat is gewoon waanzin, dat kan niet. Hij was overigens eerst getraind door de CIA tegen de Mujahideen in mm-hmm. Afghanistan. En in de naam keer, Al-Qaeda überhaupt is al afkomstig van de CIA-naam voor databases. Precies. Dus nou ja, goed. Even terug naar architects en engineers. Oh, ja, sorry. Want, dus die mensen die zijn wakker geworden en die dachten, nou, wij gaan er vragen over stellen. Waarschijnlijk ook niet met het idee van dat moeten we nog jaren en jaren vol gaan houden. Maar die zijn begonnen en hebben toch niet meer losgelaten. En die hebben een petitie gestart waarbij vakmensen hun diploma's konden insturen om zich daarbij aan te sluiten. Die zijn onderzoeken gestart, ook forensisch onderzoek op datgene wat nog aanwezig was. Want het grootste gedeelte van het staal van New York is heel snel afgevoerd. Namelijk, daar begonnen ze al een dag later mee. Dat mocht niet stoppen, dat hebben ze afgevoerd en voor een groot gedeelte omgesmolten in China. Maar het stof van 9/11 lag natuurlijk overal, dat konden ze niet zomaar kwijt. En daar zit heel veel materiaal in wat later geleid heeft tot een duidelijke smoking gun voor het gebruik van bepaalde soorten explosieven. Ze hebben nog een paar samples gevonden. Enfin, er zijn een aantal mensen echt met hun vakkennis aan de slag gegaan om dat tot op het bot te analyseren. Ja, die komen met dermate belastend materiaal dat het enige wat er dus nu gebeurt is ontkennen en negeren. Maar dat lukt steeds minder, want zij gaan door. En ze worden echt gesteund. Ze hebben ook billboards op Times Square gewoon van, kent u gebouw 7? Het staat er gewoon vol. En dan zie je dat gebouw instorten. Dus het is heel apart. Maar goed, maar wel echt wetenschappelijk onderbouwd en met goede argumenten. Ja. Ja. Nou, dit is eigenlijk het Disclosure Project voor UFO's, is een architects en engineers voor 9/11. Precies. Ja. Precies. Ja. En ik geloof een jaar of twee jaar geleden heb jij vanuit Studium Generale die organisatie uitgenodigd en de voorzitter Richard Gage om een lezing te komen doen op de TU Delft. Ja. Wat gebeurde er toen? Ja, hij was bezig met een tournee door Europa. Het was inderdaad 2015, dus 14 jaar na dato. En een architect, afgestudeerde van de TU Delft, heeft mij toen gevraagd van Koen, zou jij die man willen uitnodigen? Ik heb toen gezegd, nou, dat lijkt me een unieke kans. Dat hij bij ons in debat gaat met de hoogleraar. Toen heb ik de decanen van de faculteiten, met name civiele techniek is het belangrijkste, die doen dan staal, hoogbouw, beton, maar ook architectuur, bouwkunde heb ik gevraagd. Die vonden het allebei een goed idee. En die hebben mij een aantal hoogleraren eigenlijk gesuggereerd die ik zou kunnen vragen als expert. En dan zou er een mooi debat hebben kunnen ontstaan. Uiteindelijk wilde niemand met hem in debat. Dus, niemand vanuit de TU was daar toen Nee, dat hielp ook het hielp niet dat de TU een persbericht de deur uit deed waarin stond dat ze niet zo blij waren met deze lezing. Mm-hmm. En dan zie je dus dat hoogleraren meteen denken, oh jee, dat is niet goed voor mijn carrière als ik dat dan toch ga doen. Ja. Dus, en die man zit zo inhoudelijk in zijn vakgebied, dat je moet natuurlijk ook heel goed in je eigen vakgebied staan om deze smoking guns en deze,
dit redelijk kansloze verhaal, om dat dan te verdedigen. Dus niemand wou het. En waarom komt er dan zo'n bericht vanuit de TU? Daar moet ik naar gissen, dat weet ik niet. Ik denk dat grote instituten niet blij zijn met dergelijke aandacht voor dingen. Terwijl ik vind vanuit een universiteit, als je jezelf als universiteit serieus wil nemen, moet je alles bespreken. Ja, dat zou ik ook en zeggen. Zeker als er argumenten voor zijn. Kijk, als er gewoon iemand vandaag iets bedenkt en morgen wil die een groot podium. Nou, dat vind ik een ander verhaal dan wanneer mensen inhoudelijk gedetailleerd en met argumenten een verhaal willen komen vertellen. Dus ik vond dat dat wel moest kunnen. Op zich had dat ook wel gekund. Maar het uiteindelijk leidde dat ertoe dat dus hij alleen stond te praten en zijn verhaal deed. Maar goed, er zat 1000 man in de zaal, 700 studenten. Er is nog nooit een activiteit zo succesvol geweest. En livestreaming keken er 2500 mensen mee. Omdat het zo groot werd, omdat het in de media werd uitgesponnen. Dus het was in ieder geval in dat opzicht een succesvolle lezing. Daar heeft daarna nooit meer iemand op gereageerd. Er is niemand gezegd van welke universiteit in Nederland dan ook van sorry, maar ik wil ook een zaal hebben. En nu ga ik vertellen wat het allemaal niet klopt wat die meneer zegt. Mm-hmm. Dus het is of een heel groot taboe. Dat is het ook. Of hij is zo gelijk dat iedereen denkt, nou daar brand ik mijn handen niet aan. Want ik kan van dat verhaal ook niks goeds meer maken. Ja. Ja? Dus ja, dat is er gebeurd. Jullie zijn er stil van. ik ben inderdaad bekend met deze gang van zaken. Alleen soms denk ik wel eens van, nou oké, als er dus zoiets officieel wordt aangekaart en er wordt eigenlijk een open podium geboden, zowel studenten als hoogleraren, ja, om daarin over een conclave te gaan. Ik kan me nog herinneren dat toen dit werd aangekondigd, dat er een columnist van de Volkskrant was die gelijk op de barricade sprong van wat een schande van de TU. Dat ze dit... Dat is een mevrouw, geloof ik. Hè? Dat is volgens mij een mevrouw inderdaad, ja, die totaal niet onhoudelijk ergens op inging. Nee, het is nooit inhoudelijk. Het is iets wat, dit fenomeen steekt vaak de kop op. We hebben het net ook al gehad over de cognitieve dissonantie en sociale controle. Want dat zijn toch wel de twee dingen die mensen tegenhouden om het onderwerp serieus te nemen. Of überhaupt te willen behandelen of ernaar te kijken. Want als je heel even, zo ver dat mogelijk is, objectief kijkt naar, nou, wat is het verhaal, wat is de informatie. Laten we hier gewoon een open gesprek over hebben, eigenlijk zoals wij nu doen. Dan krijg je dus dat het niet serieus wordt genomen. En je verklaring van, nou, dit is een gevaar voor carrière van mensen. Word ik nog wel uitgenodigd op een verjaardag, word ik nog wel serieus genomen. Dat is een heel echt fenomeen. Maar wat mij daarin eigenlijk een beetje stoort, is dat ik denk van, ja, het zijn, of nou over 9-11 hebben of buiten naar het leven. 9-11 is, zou je kunnen zeggen, een van de meest bepalende geopolitieke gebeurtenissen van deze eeuw tot nu toe. Ja. We hebben tot op de dag van vandaag ermee te maken met de uitwassen daarvan. Bizar. Het bestaan van buitenaards leven lijkt me toch ook een vrij wereldbepalende gebeurtenis. Hè? Ja. We hebben nu af en toe druppelt er wat naar buiten van, oh, we hebben weer een planeet ontdekt waarin leven mogelijk zou kunnen zijn. Ja. Ik vraag me dan af, waarom is er zo weinig oprechte interesse? En op het moment dat er dan vanuit vakmensen dit wordt aangekaart, waarom wordt er dan niet serieus op ingegaan? Waar ligt dat aan? Nou ja, de antwoorden zijn feitelijk al gegeven. Maar ik snap dat je die vraag nog heel vaak bij jou gaat terugkomen. Ja. Dus ik kan je niet meer aanbieden dan wat ik al heb aangeboden. Kijk, het is die columnisten ook, inderdaad, ik geloof inderdaad van de Volkskrant of zo, Ella Draaier of iets dergelijks. Ja. Ja, ik heb ernaar zitten kijken. Het is aandoenlijk werkelijk. Maar het is niet alleen cognitieve dissonantie. Het is werkelijk. Je ziet het instorten van het wereldbeeld, zie je voor je ogen plaatsvinden. En vergis ook niet hoe wij in Europa, maar ook zeker in Nederland, die Pax Americana, dat beeld van geen oorlog meer, geen Duitsers, geen slagvelden, vrede. En de Amerikanen hebben ons bevrijd. Dat is een heel sterk archetype geworden. Een meme in onze samenleving. En op het moment dat je laat zien, er is volgens mij met Amerikanen niks mis. Dat zijn gewoon hele aardige mensen. Alleen er is iets mis met hun leiderschap. En de manier waarop zij, zeg maar, hun structuren hebben vormgegeven. Als het gaat over de deep state. Mm-hmm. Daar is iets mis mee. En zo fundamenteel dat de wereld in een houtgreep houdt.
Ik weet nog dat ik het boek las, de shockdoctrine van Naomi Klein. Mm-hmm. Nou, en nog zo'n boek, de dagboek van een economic hitman van Perkins. Confessions. Onvoorstelbaar, maar je ziet het in één keer. Ik weet nog dat ik gewoon op school zat en in één keer hoorde ik, er is een Amerikaan hebben een inval gedaan in Granada. Granada? Nou, kijk waar dat is. Oh, Midden-Amerika. Oh, de Panama-kanaal. Oh. Waarom? Weet je wel? Die dacht van, hé? Nou, en in dat boek kun je gewoon lezen waarom. En dat beviel ze gewoon niet. En ze dacht, nou, die bananenrepubliek, letterlijk, hè, het ging over fruitteelt en het kanaal. Die pakken we gewoon, want dan kunnen we, zijn sterk genoeg. Ja, dat snap ik wel. Maar dat is niet het verhaal wat we te horen hebben gekregen. En zo gaat het over heel Zuid-Amerika. Mm-hmm. Gaat het over het Midden-Oosten. Enfin, dus je moet toch, zeg maar, van het gebaande pad af. Je moet gewoon de Amerikanen nemen voor wat ze zijn. Namelijk zeer oorlogzuchtige machtsdenkers. En als je dat eenmaal door hebt, denk je, nou snap ik het. Anders snap ik het niet. Nou, ik geloof dat in de jaren dat ze bestaan, dat ze 95% van de tijd in oorlog zijn. Ze hebben 4 jaar vrede gehad. En voor de rest hebben ze overal oorlog gevoerd. Ja. Dus dat hele woord Pax Americana is ook zo'n begrip wat niet bestaat. Ja. Dat is hebben we met de paplepel ingegoten gekregen, omdat we bevrijd zijn door de Amerikanen. Nou, als je dan een beetje verder gaat studeren, dan blijkt in één keer dat ook die hele Tweede Wereldoorlog anders in elkaar zit. Mm-hmm. Ja, daar wel eens in gestudeerd hebt, maar... Ja, bedoel, zeker. Bij mij begon dat met het lezen van een boekje van de Duitse soldaten dronken ook Coca-Cola. Volgens mij zei Napoleon dat geschiedenis is een hoop leugens waar iedereen het over eens is. Ja, precies, ja. En het credo van de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars is natuurlijk waar. En eigenlijk had ik het kunnen weten, want ik heb wel op mijn lagere school, volgens mij, of middelbare school nog geleerd dat in de 80-jarige oorlog, ja, toen had je nog tijd om oorlog te voeren, dat wij Nederlanders toch gewoon handel dreven in havens in Spanje. En dat snapte ik niet. Als ik ruzie had met mijn vriendjes, dan moest ik ze niet meer zien en dan wou ik ze niet meer zien, kwamen ze niet meer binnen enzovoorts. Maar zo werkt het niet in oorlog. Dus als je dus goed naar oorlog kijkt, is dat gewoon een businessmodel. En als je dus kogels produceert en tanks en vliegtuigen, dan wil je gewoon dat er oorlog is, want anders verkoop je niks. En als je het op die manier snapt, ja, dan kun je ook de hele wereldgeschiedenis gewoon ook heel goed begrijpen. Wordt dat wellicht een onderwerp voor het derde boek? Ben je al begonnen aan een nieuw boek? Er zijn zoveel onderwerpen waar ik nu in kan duiken. Ik ben nog een beetje aan het oriënteren. Mm-hmm. Ja, ik heb het nog niet op een rijtje. Er gaat zeker een boek komen, Welke onderwerpen vind je interessant? Nou ja, er zijn heel veel mensen die vragen van, kun je iets meer vertellen over die buitenaardse technologie? Dat is heel interessant. Daar is al best wel het een en ander over bekend, maar ik heb wel talent, denk ik, om dat op een begrijpelijke manier ook wat toegankelijk te maken. We praten ook over een klein beetje over wat is wetenschap eigenlijk. Vind ik zelf heel interessant. Mm-hmm. Maar goed, ik ben geen wetenschapsfilosoof, dus ik zeg altijd maar, ik ben maar een eenvoudig ingenieur. Maar we hadden het net ook eventjes over, dan moeten meer ingenieurs ook gewoon hun mond open doen. Dus laat ik dat nou gewoon eens doen. Zeggen wat een ingenieur nou eigenlijk van wetenschap vindt. En hij gaat het niet over... Nou nee, dat vind ik niet zo interessant. Waarom durf ik mijn waarheid te vertellen? Dan hoef je geen klokkenluider te zijn. Je vertelt gewoon je waarheid. Ja, maar dan... Dus in je eentje blijft het wel lastig. Maar als je een groep mensen hebt... Ja. Dus als het gaat over... wat is wetenschap volgens een ingenieur? Waar zou het over moeten gaan? Ik zou het heel graag ook willen hebben over wat... Waarvan ik denk van... Waarom gaat het allemaal niet zo heel goed in de wereld? Dus als het gaat over wat technologie aan kan richten op grote schaal. Mm-hmm. Want voel ik me ook wel een beetje verantwoordelijk voor. Dus wat we in Delft allemaal aan techniek ontwikkelen. Mm-hmm. Hoe dat een enorme impact heeft. Onbedoeld eigenlijk vaak op onze leefomstandigheden. Mm-hmm. En niet zozeer misschien in Amsterdam of zo. Maar wel in op allerlei plekken waar mensen toch wel iets minder te besteden hebben. Enfin, dat zijn een beetje de mijmeringen waar ik mee rondloop. Ik heb nog een vraag wat eigenlijk hier ook heel erg aan raakt. Want de vraag wat is wetenschap haakt ook heel erg in op de vraag wat is waarheid? Mm-hmm. Wat is nou waar? Recentelijk een heel interessant artikel gelezen van Rob Wijnberg van de Correspondent. Mm-hmm. Die had eerst een artikel geschreven waar is wat klikt. Omdat tegenwoordig hebben we het fake news fenomeen. Ja. Ja. Niemand kan nou echt meer achterhalen wat echt een waardevolle nieuwsbron is. Ja. Dus zijn argument was eerst van, nou, waar is hetgene wat het meest kliks uit, wordt het meest gedeeld, mensen worden tegen elkaar uitgespeeld, maar er wordt verdiend aan hetgene dat wordt bekeken. Ja. Zijn geboden oplossing was, op het moment dat we ons opstellen als journalisten, van nou, wij hebben het niet over de antwoorden, maar wij laten op een open, transparante, authentieke en integere manier zien
hoe wij tot onze mogelijke antwoorden zijn gekomen. Want dat is natuurlijk in de wereld waarin we vandaag lezen. Er zijn nou eenmaal wetenschappers die voor een onderzoek afhankelijk zijn van financiering. Ja, zeker, absoluut. Uit het bedrijfsleven, uit de overheid. Ja. Dat is voor journalisten net zo. Ja. Dus hoe kan je eigenlijk in een wereld waar er dus heel veel belangen zijn bij het verkondigen van een bepaalde waarheid, en heel veel belangen zijn om een bepaald perspectief wel of niet te geloven, hoe kunnen mensen die daarin geïnteresseerd zijn toch wegwijs worden eigenlijk? Want dat is best een veelomvattende vraag. Ja, maar dit is geen makkelijk antwoord op. Ja. Ik ben daar zelf ook naar aan het zoeken, eerlijk gezegd. En ik doe veel research. En op ieder moment heb je toch dat je denkt van, is dit waar of is dit niet waar? In het algemeen geldt, je moet je wel verdiepen. Dus je moet ook wel moeite doen om in ieder geval dingen te begrijpen. Een van de manieren, zeg maar, om mensen bij waarheden weg te houden, is compartimentering. Dus zo zijn ook onze wetenschappen opgedeeld in, zeg maar, hokjes. Steeds meer weten van steeds minder. He, de specialisatie. Mm-hmm. Dat is funest als het gaat over waarheidsvinding. Mm-hmm. Want waarheidsvinding staat in context. Mm-hmm. He, dus je kunt wel zeggen, dit is waar. En op microniveau is dat. Maar ga je uitzoomen, is het dan nog steeds waar? Of is het dan een beetje waar? Of is het dan waar als je er zo naar kijkt, maar niet waar als je er op een andere manier kijkt? Of is het waar voor degene die het betaalt, maar niet waar voor degene die dit moet betalen? Of he, dus die er last van heeft. Dus dat krijgen we niet geleerd. En we krijgen ook in de wereld heel erg snel mee van, ja, maar jij bent specialist op dat gebied, dus je moet je mond houden op het andere gebied. He, dus we mogen geen generalist meer zijn. En dan zeg ik altijd van, ja, maar je kunt ook niet leren hoe je minister-president wordt. Dan moet je ook in één keer van al die onderwerpen heel veel weten. Of als Kamerlid bijvoorbeeld. Dat kun je ook niet leren. Dus snap je? Dus daar moeten we ook een beetje vanaf. En wat ik studenten zelf heel vaak geleerd heb, is van, je komt naar Delft heel erg om je linkerhersenhelft te trainen. En dat is niks mis mee aan zich. Maar als dat helemaal ten koste gaat van een heel klein stukje rechterhersenhelft, wat je dan overhoudt, en dat gevoel wat helemaal is uitgeschakeld, ja, dan hebben we een heel groot probleem. Mm-hmm. Want dan krijg je dus fantastische technologie die misschien heel onwijs is om te ontwikkelen. Ja, dus soms kun je zeggen van, ja, we kunnen dit zo inderdaad ontwikkelen. De technologie staat dat toe. En dan moet een ander zeggen, ja, maar het is niet wijs. Moeten we misschien helemaal niet doen. Stop dat maar gewoon heel erg diep in de onderste laag. Een argument wat ik stel dan altijd mijn vader voor in mijn hoofd als ik dit soort gesprekken voer, die komt dan altijd met zo'n argument. Die zegt van, als er zoiets zou bestaan als vrije energie en iemand heeft daar bewijs voor, ja, dat is waar de hele wereld naar op zoek is, dat kunnen ze onmogelijk onderdrukken. Ja, dan zou mijn antwoord zijn, dat is niet waar de hele wereld naar op zoek is. Want de hele wereld is niet op zoek naar vrije energie. A, omdat ze niet weten dat het er is of dat het woord überhaupt bestaat. Mm-hmm. En degene die het wel weten, die hebben er geen belang bij om het te ontwikkelen. Ja, maar het is wel omdat ze bezig zijn met voetbal kijken. Nou ja, dat is geld voor de grote menigte. Maar voor de experts zou je kunnen zeggen, die weten het wel. Alleen, die mogen het niet ontwikkelen vanwege de belangen die daar spelen. Mm-hmm. Dus dat zou mijn antwoord aan je vader zijn. Ja, maar dat is een veelgehoord tegenargument. Ja. Hè? Of het nou over 9-11 gaat, of over dit soort dingen. Daar zouden zoveel mensen bij betrokken moeten zijn. Oh, de geheimhouding. De geheimhouding. Ja. Dan, het zou onmogelijk kunnen zijn dat zoiets plaatsvindt. En dan bevind je je dus gelijk in het domein van, er is sprake van een complot. Ja. Als jij denkt dat zoiets mogelijk is, die vraag wordt heel vaak gesteld. Ben jij een complotdenker, een conspiracy theorist? Ja. En dat is een term die zodra die valt, gaan mensen... Nou ja, maar dat is voor de mensen een wapen. Dus het benoemen van een ander als een complotdenker is een wapen om verder discussie te stoppen. Precies. Dat is de hele term. Ja, zo is die ook in het leven geroepen door de CIA na de moord op Kennedy. Mm-hmm. De hele wereld, tenminste, zou heel veel mensen van af moeten weten. Dat is een heel vaak gestelde vraag. Het antwoord is ja en nee. Het gedeelte ja is van, dat klopt, er zijn veel, veel mensen bij betrokken. Alleen het nee is, die zijn allemaal, hebben die een klein stukje van de kennis gekregen. Dus dit zijn operaties die vinden plaats onder een soort militair regime, zou je kunnen zeggen. Dat is geheime diensten, militaire organisaties. De geheimhouding is hun beroep. Zij weten hoe dat moet. En dat doen ze door iedereen een heel klein stukje te vertellen, zonder dat overzicht ontstaat. Hetzelfde soort compartmentalisatie als... Precies.
precies. Ja. En daarom is het niet zo moeilijk om een aantal dingen geheim te houden. En mijn andere argument zou zijn, ja, maar er is al ontzettend veel gelekt. Dus het is niet geheim gehouden. Heel veel is niet geheim gehouden. Het ligt gewoon openlijk op straat. Ja, ja. Alleen jij zoekt er niet naar. En op het moment dat je iets vindt, dat je erover struikelt, zeg je nou dat is onzin. En gooi het meteen weg. Mm-hmm. En dat zijn de manieren. En dat is eenvoudig aan te tonen. Dus nou, oké, maar goed, als het dan in één keer naar voren komt, dan wordt daar geen aandacht aan besteed. Het is allemaal heel beperkt van waarde. Want als je, ik ben in het programma Brandpunt geweest met mijn UFO-verhaal. Mm-hmm. En Brandpunt is toch echt mainstream media. Ja. Daar hebben, geloof ik, naar die uitzending 600.000 mensen naar gekeken. Dus dat is een gemiddeld bekeken programma. En dat is goed voor die doelgroep. Mm-hmm. Wat gebeurt er met 600.000 mensen die daar naar kijken? Wat gebeurt daarmee? Wie zijn dat? Hoe komt dat binnen? Dat is een psychologisch vraagstuk. Mm-hmm. Dus veel zaadjes. Dat zijn, dat, ja, dat wel. Dat denk ik dat zeker dat gebeurt. Alleen, zijn het bewuste zaadjes of onbewuste zaadjes? Komen die zaadjes, worden die op de rots gestrooid of in vruchtbare aarde? Mm-hmm. Zijn het mensen die iets mee kunnen doen? Of zijn het mensen die denken, ja, kan er toch niks mee? Mm-hmm. Maar ja, dat valt en staat dus met een mate van... En dat is een eenmalig gebeuren. En dat was een goede uitzending, voor mij in ieder geval. Dat was open gesprek, dat was een verhaal wat redelijk compleet was. Was overzichtelijk, toegankelijk. En toch wordt het dan niet in één keer een kamervraag. Of toch gaan er niet universiteiten zeggen, hé, maar wauw, dat is geweldig. Snap je? Dus er is een ander mechanisme, een psychisme bezig, om die honderdste aap niet wakker te maken. En dat zijn onze systemen, zo werkt het gewoon. Een ander veelgehoord argument dit verkeer van de andere ouderlijke kant van mijn moeder is van, nou, hè, als je dat allemaal weet en je wilt het allemaal veranderen, dus wat Bent ook zegt, hè, waarom begin je niet de nieuwe, waarom begin je niet je eigen partij? Waarom ga je niet naar de Tweede Kamer en probeer dit aan te kaarten? En dat is iets wat ook heeft plaatsgevonden. Recentelijk is er de Verleiders. Hebben een theatertour gedaan. Ja. De ene ging over de bouwfraude. De andere ging over de bankenwereld. Ja. Door de bank genomen. En nu, daar, mijn moeder zei van, oh, dit heb je het over gehad. En nu over de farmaceutische industrie. Ja. Oh nee, ja, dat is een nieuwe, die heb ik nog niet gezien. En daar zijn wij dus naartoe geweest, hè, met een hele gezin. Ja. Dus ik zat daar echt van, heb je het gehoord, Eindelijk hebben we een soort van verificatie daarvan. En daar was aan gekoppeld een burgerinitiatief. Ja, klopt. Ons geld. Ons geld. En meer dan 100.000 handtekeningen volgens mij. Ja. En die zouden dat dan moet het officieel serieus genomen worden door de Tweede Kamer. Ja. Op een gegeven moment kregen we bericht daarvan. Het gaat besproken worden in de Tweede Kamer. Dat werd gelivestreamd. Ik toevallig, toen dat gebeurde, ging ik kijken. En toen zat de hele Tweede Kamer, die was gewoon leeg. Er was gewoon letterlijk helemaal niemand in de Tweede Leven Kamer. Leven de democratie. En dan denk ik, nou, dat is dan wat ik tegen mijn moeder zeg. Dus, nou, dit is een groter democratische initiatief kan je niet krijgen. Ja, het is ondertekend, het is onderzocht. Het is iets wat ons allemaal aangaat, de creatie, verdeling van het geld. Wat is geld? En dat is letterlijk aan Dovermans oren gericht. Ja, dat is fantastisch. En zo werkt het dus. Dus dan mag je op het podium staan, maar niemand doet het licht aan. Het zaallicht blijft uit, zeg maar. Dat is wat je zegt. Dus dan is dat nou met opzet gebeurd? Heeft er iemand gezegd, jullie mogen niet naar de kamer toe? Of zijn die mensen die denken, nou, die idioot die komt praten, gaat toch niet luisteren? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat er in de harten en hoofden van die mensen speelt. Hetzelfde kun je trouwens zeggen van het Oekraïne-referendum of van het EU-referendum. Dank u wel voor uw mening, maar we doen er helaas niks mee. Mm-hmm. Snap je? Dus de systemen zijn in staat om zelfs binnen de in het systeem gecreëerde mogelijkheden om dat systeem te veranderen, om dat volkomen te negeren. Als je, ik doe wel eens een oefening met studenten. Dan zeg ik, stel je nou eens voor, want dat vertel ik ook wel eens het een en ander. Ik moest laatst een groep begeleiden die wilde zelf op eigen verzoek het boek 1984 van Orwell lezen. Nou, dat vind ik een cadeautje, dus dat vond ik hartstikke leuk. En op een gegeven moment bij de tweede meeting zei ik van, doe de deur maar dicht. Zeg, wij zijn nu een geheim genootschap. Oh ja, hoezo? Zeg, nou, wij zijn een nieuwe geheim genootschap. Dat beginnen wij nu vanavond. Nou, dat duurt een tijdje voordat ze dat snappen. En dan zeg ik van, wij gaan 7,5 miljard mensen, die gaan wij onderdrukken. Die gaan wij naar onze pijpen laten dansen. En ik zeg, hoe gaan we dat doen? Nou, komt het nog niet aan. Begint er al één wakker te worden. Ah, ja. Ik zeg, wij gaan de wereld... Wij zijn ingenieurs. Jullie zijn aanstaande ingenieurs. Wij zijn techneuten. Wij snappen gewoon hoe wij dingen kunnen manipuleren. De wereld kunnen veranderen. En daar gebruiken we technologie voor en ons verstand. Zeg, hoe gaan wij 7,5 miljard mensen niet het idee geven dat wij ze besturen?
En dat ze allemaal doen wat wij willen. En dan begint het te dalen. En dan zeggen ze, oh ja, dan moeten we dit, dan moeten we dat. Dan moeten we de media in handen krijgen. We moeten zorgen dat de opleidingen zo in elkaar zitten. En na 10 minuten kijken ze om zich heen. Frek, in die wereld leven we. Ja. Ja. Het is briljant gedaan. Nou ja, ja dat is het zeker. Dat is één ding, je moet het ze nageven. Ze zijn niet achterlijk. Alleen je moet wakker worden. Je moet wakker worden. Je moet het zien. Op het moment dat je het ziet, het is bijna Cruyffiaans. Op het moment dat je het ziet, dan zie je het. Dat is valt de sluier, ja. Die gestalt switch, hè, van die plaatjes. Dat als je kijkt naar een oude vrouw, is het een jonge vrouw. Je kunt ze nooit tegelijkertijd zien. Hè? Totdat iemand zegt van, hey, als je met het ene oog, dat gaat niet. Ja, het is de hersenhelften die actief zijn. Ja. Ja, ik heb zeg maar even voor mensen die zeggen van nou, hè, volgens mij is er ook in een interview met jou dat iemand tegen je zegt, oh je bent een complotdenker. Hmm. Dat je vraagt van oké, wat is dan een complot? Wat is de definitie daarvan? En hoe denk je erover? Maar mensen denken vaak van ja, complotten komen altijd uit. Hmm. Maar als je dan gaat kijken naar wat er in het recente verleden al voor complotten zijn in de publiciteit zijn uitgekomen. Ja. Het meest in het oog springend is natuurlijk het verhaal van de Weapons of Mass Destruction in Irak. Zeker, ja. Het Snowden-verhaal met de NSA. Eerst mensen wisten, geloofden niet eens dat de NSA bestond. Het werd ontkend. Laat staan dat ze iedereen afluisterden. Dat was al een complot. Maar dan heb je het complot van asbest. Ja. Wat hè, al... Nicotine. Het Golf van Tonkin-incident. Ja. Wat de aanleiding was voor de Vietnamoorlog. Jij hebt het ook al genoemd. Het Co-Intel Pro. Wat hebben we dan nog meer? Ja, het Manhattan Project, wat de Atombom heeft ontwikkeld. En wat ik eigenlijk een van de meest chockerende vind, was tijdens de eerste Golfoorlog de getuigenis op camera hoe heet ze ook weer? Nayira al-Sabah. Oh ja, ja. Dat was een meisje dat vertelde, in mijn tranen, dat hè, de baby's uit hun couveuses werden gehaald onder Saddam. En dat werd voor de Senaat werd dit allemaal... Congres, een van de twee. Ja, Verenigde Naties. Verenigde Naties werd het verteld. En dat was een soort van shockmoment wat een aanleiding werd voor die oorlog. Achteraf bleek... Ingestudeerd met het PR-bureau Hall Knowlton. Ja, en bleek ze de Hill dochter Knowlton. Van de ambassadeur van Kuwait te zijn. Van Kuwait te zijn. Dat is 25 jaar geleden, 26 jaar geleden. Ja, 1991. Ja, klopt. Ja. En dat zijn best wel... sommige dingen zijn bekend bij mensen, andere wat minder. Maar dat zijn al argumenten voor mensen om te zeggen. Van stel, je wordt beschuldigd als een complotdenker. Ja, ik zeg tegenwoordig, ik ben geen complotdenker, ik beschrijf ze. Ja. Een complotbeschrijver. Ik ben een complotbeschrijver. Ja. Ik merk zelfs dat ik de term probeer te vermijden. Want zodra de term valt, willen mensen er al niet echt. Is het al beladen, Is het al een soort van... Nee, dat klopt. Dat is zo. En daar moeten we wel van af. Want het is niet meer dan een woord, hè. Complotdenker. Ja. Het is een woord. En dan moet je dus inderdaad gaan terug naar de definitie. Wat is dat? Wat versta jij daaronder? Ik heb een keer in een uitzending gezeten, ook over UFO's, ergens op Radio 1 of iets dergelijks. En ik zat aan tafel met een historicus. En die mocht op een gegeven moment ook iets verder erover. Zei, altijd weer die complotten. Ik zeg, dat zegt een historicus. Ik zeg, je bent ook historicus? Ja, ik ben historicus. Ik zeg, dan weet je toch dat complotten van alle tijden zijn? Ja, dat is zo. Dus daar hoeven we het eigenlijk helemaal niet over te hebben. Maar het is ook daar zie je dus in dat mensen gepuppy-trained zijn. Dat als ze maar, zeg maar, 9-11 denken, denken ze automatisch, oh, complotdenker. Ja. UFO's, oh, complotdenker. Ja. Dus je ziet bij die mensen gewoon de mind control aan het werk. Op een heel effectieve manier. En kun je die mensen helpen? Nou, denk alleen maar door te zeggen van, zullen we met elkaar toch eventjes dat met elkaar bespreken? Ja. En voorbij het woord eens gaan kijken wat het betekent. En of we samen complotten kunnen bedenken waarvan we samen kunnen vaststellen die inderdaad complotten waren. Ja. En dan kom je misschien verder. Maar dit is pure control eigenlijk, mind control. Zullen we even een rondje vragen doen uit het publiek hier? En dan kijken we later nog even of er nog wat onbeantwoorde vragen zijn vanuit de stream. En kunnen mensen dat dan ook horen op de stream, de vragen? Ja. Oké. Ja, Koen, mijn vraag is, hoe zou je een religieus persoon uitleggen dat God niet bestaat? Hoe zou je een religieus persoon uitleggen dat God niet bestaat? Dus ik krijg een heel rare associatie. Hoe kun je een alcoholist vertellen dat de fles leeg is? Nou, dat is flauw. Maar nee, dat is bijna onmogelijk.
En de vraag is ook of jij in je vraagstelling ook wel correct bent. Bestaat God niet? Ja, want als je een a-religieus persoon bent, neem je dan automatisch aan dat God niet bestaat. Kijk, ik maak een groot onderscheid tussen het geloof in God en onderdeel zijn of lid zijn van een georganiseerde religieuze beweging. Wat ik een totaal verschillend iets vind. Ik ben van huis uit katholiek. Ik ben niet zeer katholiek opgevoed, maar ik heb heel lang gezongen in een katholiek jongenskoor. En doe dat nog steeds van tijd tot tijd met volle overtuiging, omdat ik die muziek fantastisch vind. Maar niet vanwege een heel diep religieus gevoel, maar wel van een diep schoonheidsgevoel als ik die muziek zing. En kun je God in de muziek vinden? Ja, je kunt God in de muziek vinden, maar ook in de natuur en ook in de schepping en ook in jezelf. Ik geloof absoluut dat God bestaat, maar niet in de zin van dat een man is met een grijze baard op een wolk en die bepaalt wat ik doe. Ik geloof ook niet dat ik naar de hel ga omdat ik toevallig ooit eens iets gedaan heb waarvan ik denk, nou, iemand heeft ooit gezegd of geschreven dat niet mocht. Wat was dat precies, wat je toen gedaan had? Dus straks bij het eten, dan moet ik daar best op terugkomen. Maar in ieder geval, ja, nu langs die gedachtegang, dus dat de hel niet bestaat, ja. De Bijbel gewoon door mensen en hoogstwaarschijnlijk door ik denk, is geschreven. Ja, kijk, ik denk dat alles, laat ik het zo zeggen, als je God zou beschouwen als het totaal, dan zou je zeggen pantheïst of zo, daar zijn allemaal woorden voor. Ik wil niet zo aan woorden, in woorden duiken, want ze kunnen nooit beschrijven wat je precies bedoelt. Maar ik vind dat het Gods beeld hoeft niet, zeg maar, één op één te passen in een structuur van religieus denken. Ook al is dat 2000 jaar oud, bij wijze van spreken, of nog ouder. Dus ik heb geen moeite met mensen die geloven. Maar ik heb wel moeite met mensen die daar volledig rigide in zijn. En vooral vinden dat jij ook moet geloven wat zij geloven. En dan wordt het een probleem. Dus ik zal nooit iemand proberen te overtuigen ergens in. Maar het is wel een vraag die wel past bij deze discussie. Want zeker, ik herinner me een uitspraak. Ik geloof dat het van de huidige paus was. Dat hij zei, ja, als buitenaardse landen wil ik ze wel dopen. Ik schiet dan in de lach en ik denk, ja, wie doopt er dan wie op dat moment? Hè? Dat is dan de vraag. Want het gaat dan over autoriteit. Hè? Ik bedoel, wie staat er hoger in de hiërarchie? En ik weet ook nog dat er zijn kardinalen en bisschoppen geweest die openlijk praten over buitenaards leven, waar ze ook van overtuigd zijn. En ik weet niet of je het weet, maar een van de grootste telescopen in de wereld is van het Vaticaan. Mm-hmm. En de naam van die telescoop, je zult het niet geloven, maar de naam van die telescoop is Lucifer. Mm. Ja. Dat is een inverse waarschijnlijk. Of die bedoeld of onbedoeld is, dat weet ik niet. Maar je vraag is dusdanig interessant, omdat het heel erg aankomt op subjectief geloof. Hè? Op het moment dat je nu zegt geloof, dan denken mensen gelijk aan religie. En ik zie dat ook absoluut als twee totaal verschillende dingen. Maar dat is uiteindelijk wel waar je tegenaan loopt. Want, ja. Ja, volgens mij zei Gandhi ooit van in realiteit zijn er net zoveel religies als dat er individuen zijn. Ja, omdat iedereen een eigen uniek bewustzijn heeft, wat hij heeft opgebouwd aan de hand van zijn ervaringen en zijn opvoeding. En nou, eigenlijk gewoon zijn ervaring in het algemeen. Maar waar het dan gaat schuren is op het moment dat mensen één verhaal verteld wordt vanuit of hun opvoeding of vanuit de religie of vanuit onderwijs. Of vanuit media, of vanuit de combinatie van allemaal. En dan komt er dus in één keer een ander standpunt, wat niet schuurt met dat geloof. En dan krijg je, of wat schuurt met dat geloof, waardoor je die cognitieve dissonantie krijgt. Dus dat is eigenlijk, hè, als je zegt tegen iemand die in God gelooft, van God bestaat niet, hoe kan je dat dan overbrengen op een redelijke manier? En ik denk dat, zoals jij in je boek doet, een wetenschappelijke visie, of proberen zo rationeel, objectief mogelijk, onderbouwd mogelijk. Ja. Het boek zou eigenlijk, tenminste de eerste werktitel was, ik geloof niet in UFO's, ze bestaan gewoon. Om het dus uit de geloofssfeer te halen. Mm-hmm. Want anders dan denk je, oh, UFO's moet een geloof zijn. Net zoals er zoveel geloven zijn, en kennelijk kun je daar aanhanger van zijn. Dat is een waanbeeld, want of ze bestaan wel, of ze bestaan niet. Als ingenieur wil je toch zoveel mogelijk fysiek bewijs hebben. Als je dat niet mag, dat is vals spelen wat ik net zei, ja, dan moet je in ieder geval met getuigen een aantal dingen kunnen doen. Maar het geloofsaspect wordt heel vaak ook misbruikt, zeker door wetenschappers die zichzelf iets te serieus nemen.
Want namelijk, wetenschap is tegenwoordig ook een geloofssysteem geworden. En dat maakt het heel dogmatisch. En dat je dus niet meer voorbij je eigen grenzen mag denken en kunt denken op een gegeven moment. Dus in die zin, even terugkomen op God. Als ik God nu zou moeten beschrijven, dan had ik het net over die drie eenheid. Bewustzijn kan zich verdichten tot energie en energie kan zich verder verdichten tot massa. Nou, van die laatste relatie heeft Einstein gezegd, massa is energie met een constante, ESMC. Maar die andere relatie hebben we nog niet helemaal kunnen duiden. Vooral ook omdat dat wetenschappelijk weggedrukt wordt. Hè. Dus er is geen bewustzijn, dat is een epifenomeen van wat er in ons brein gebeurt. Dan kom je bij Dick Swaap en consorten uit. Hè. Die dus alles ontkennen wat des mensen is, namelijk dat wij een eeuwige essentie zijn. En als de oersoep, letterlijk de oersoep, bewustzijn is, waardoor bepaalde wetgeving, zeg maar sterrenstelsels en sterrenstof en uiteindelijk ook planeten en mensen zijn uitgekomen, ja, dan zijn we allemaal onderdeel van die totale essentie. En dan is de enige metafoor die werkt, is dat wij nu druppels zijn. En je kunt zeggen, hé, daar ligt één druppel. Maar uiteindelijk komt die druppel weer via alle omwegen in die oceaan. En is het dan nog steeds een druppel? Nee, je kan hem niet meer onderscheiden. Maar hij is nog wel onderdeel van het geheel. En zo zou ik je nog op beschrijven, in een soort overdachtelijke zin, dan dat ik zeg van, en dat is het boek en zo moet ik op iedere zondag en wel of niet met mijn hoofd die kant uit enzovoort. Daar heb ik grote moeite. Zijn er nog, ja, Benten? Misschien jullie. Ik vraag me af, heb je iets nodig? Dat is heel mooi hoe hij die vraag stelt. Dat is echt heel. Dat is de meest open vraag die je kunt stellen, namelijk. Hè? Mm-hmm. Die is, of zo, ik zou ja en nee kunnen zeggen en dan mijn mond houden verder. Dus dat, ja, we zitten in een bepaalde gedachtegoed. Ja. Jij hebt een laten we zeggen, een skillset. En aan die skillset zou een wenselijk exploitatiemodel kunnen hangen. Mm-hmm. En daar hoort weer, daar zijn dingen voor nodig. Ja. Wat is het? Is er iets wat je nodig hebt, wat je zelf niet kan organiseren? Nou ja, ik bedoel, ik zit hier gemiddeld met de oudste hier aanwezig, dus ik zit hier tussen jongeren. Toch? Ik denk dat er een grote uitdaging ligt om heel veel jongeren die eigenlijk wel bezig zijn met dit soort zaken, misschien niet specifiek met deze onderwerpen, maar wel met vergelijkbare onderwerpen en die te passen in het wereldbeeld en de rol die zij daar zelf in hebben, om daar wel iets in te faciliteren, want dat is er nauwelijks, denk ik. Daar zou ik heel graag mede over na willen denken, misschien ook met jullie. Ik chargeerde misschien een beetje met studie klokkenluider, ja. Maar dan studie complotuitlegger of studie kritisch denken. Het verhaal durven te vertellen. Maar ik vind klokkenluider, ik heb even bij het gebrek aan een woord voor klokkenluider. Misschien maar is het ook geen negatief woord, hoor. Het heeft natuurlijk ook weer een negatieve connotatie, exact. Omdat we heel slecht met klokkenluiders omgaan. Maar ik zou best wel eens waarheden voor andere mensen die ze zelf niet durven te zeggen, omdat ze iets te verliezen hebben. Ja. Ik geloof heel erg in vrijheid. Kijk, want ik kom misschien heel overtuigend over, maar ik pretendeer geen waarheden te verkondigen in de zin van absoluutheden. Nee. Dus het is een onderzoek, het is een studie, daar ben ik voor. Ik denk dat we er ook allemaal voor zijn om hier dingen te onderzoeken. Het enige wat ik een heel belangrijk woord vind is vrijheid. En de vrijheid die we met elkaar mogen vinden om daar in alle omstandigheden ook met elkaar over te kunnen praten. En daar hoort dus niet bij onderdrukking, marginalisering, ridiculisering, daar hoort het dus niet bij. En als we die kant wel opgaan, en dat dreigt heel erg, dan krijgen we een samenleving die eigenlijk in 1949 al door Orwell is voorspeld. Al zijn we in 1984. En daar zie ik wel signalen van. En dat baart me dan wel zorgen. En degene die daar echt iets van moeten vinden, zijn jongeren. En ik weet uit ervaring dat er heel veel op zoek zijn daarnaar. En niet precies weten wat ze zoeken. En als we daar wat meer handen en voeten aan zouden kunnen geven, dan zou mij dat heel erg lief zijn. Oké, ik denk dat het een mooie afronding is in grote lijnen. Ik wil nog even eigenlijk één vraag, voordat we je gaan bedanken. Ik wil nog even vragen, ben je positief en optimistisch over de toekomst? Van mezelf weet ik
ik ben sowieso optimistisch en positief, laat ik daarmee beginnen. Maar in eerste instantie, als je geconfronteerd wordt met veel van dit soort perspectieven, theorieën, om het zo maar even te noemen, kan je daar best wel pessimistisch voor worden. Dat je denkt van, nou, dit, dan kan je het bijna overal gaan zien, zeg maar. Dat is ook iets waar mensen kunnen doorslaan, hè? Mensen nemen daar niet serieus, maar persoonlijk, hoe kijk jij naar de toekomst? Hoe denk je dat het gaat verlopen? Ik heb ontzettend veel mensen meegemaakt op allerlei verschillende vakgebieden. Dat mocht natuurlijk vanuit mijn functie als hoofdstudium-generale. Heel veel mensen uitnodigen voor lezingen op hun expertise, op hun vakgebied, over onderwerpen die dan op dat moment bijvoorbeeld in de actualiteit heel erg opspeelden. Een voorbeeld van een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was expert op het gebied van antibiotica en bacteriën. Mm-hmm. En ja, daar lees je af en toe toch nog wat van, dat er bacteriën zijn die we niet meer kunnen genezen. Dus ik dacht, nou, dat speelt toen EBSL, MRSA, dat soort zaken. Dus ik dacht, nou, laten we eens een lezing over organiseren. Dan had ik de grote geluk om die mensen uit te nodigen. En dan zit je ook eventjes te praten bij het eten. En dan worden andere dingen besproken. Soms gaat het wat dieper dan bij de lezing zelf. Dus ik uitte toen mijn bezorgdheid. Hij zei, nou, betekent dat dat we nou uiteindelijk allemaal doodgaan? He, dat zou kunnen. In extremo is het op een gegeven moment niet meer te genezen. Nou, dan krijgt vroeg of laat krijgt iemand dat. Oh nee hoor, zei ze. Nee hoor, want de farmaceutische industrie kan best nieuwe antibiotica maken. Ik zeg, maar ik krijg een heel ander beeld. Dat niet meer kan. Oh nee hoor, zei ze, dat kunnen ze wel, maar dat doen ze niet. Nou, ik ben dus, ik zeg al een paar keer, nou, ik ben eenvoudige Duitse ingenieur. Dit is onlogisch. Dit klopt iets niet. Farmaceuten en artsen enzovoort, die moeten de mensheid genezen. Dat is hun roeping, toch? Als ze dat dan niet doen, dan is er iets niet goed. En zij had een hele triviale reden voor, ja, daar verdienen ze te weinig mee. En toen ging bij mij echt het licht uit. En toen dacht ik van, oké, dus wat op jouw vakgebied, waar ik niks van af weet, spelen dit soort zaken. Ik zie op mijn vakgebied dat we ook allerlei dingen niet bespreken met elkaar. Nou, daar word je heel somber van. Mm-hmm. Ja. Dat heeft mij toen wel een zet gegeven om ook gewoon te gaan praten over dingen. Maar wat zie je nu, en daar praat je over pessimistisch of optimistisch, je ziet nu een aantal hele belangrijke experts in de wereld openlijk praten over of vaccinaties wel of niet deugen. Wat er allemaal gebeurt in de farmaceutische industrie. Wat voor rotzooi er allemaal gebeurt. Hoeveel mensen daaraan doodgaan. Onterecht. Er komen steeds meer schadeclaims. Er is nu in Italië een gerechtelijke uitspraak dat iemand die lang mobiel geweld heeft en daar een hersentumor door heeft ontwikkeld, dat hij nu compensatie krijgt. Met andere woorden, wordt niet toegegeven, ook door de experts daar, dat onder bepaalde omstandigheden je een hersentumor kan krijgen van je mobiel. Dat zijn dingen, dat begint steeds meer te komen. En daarom ben ik heel optimistisch. Want in het klein zou je kunnen zeggen, en ik geloof heel erg in grote evolutionaire lijnen, ook als persoon, als ziel zou je kunnen zeggen, als bewustzijnsessentie, afsplitsingetje, druppeltje, dat je in bepaalde lijnen zit waardoor je steeds dingen leert. En dus het leerproces, ook van mensheid als geheel, houdt in dat we uitdagingen hebben. Nou, die hebben we genoeg op ons planeet, zou je kunnen zeggen. Maar dat de bevolking nu ook alle talenten in huis heeft, als totaal, om die problemen ook de basis te zijn. Alleen dan moeten we dan wel A, de problemen onderkennen, B, moeite en dus ook geld steken in het oplossen daarvan, op de juiste manier, en het dan ook inderdaad gaan doen. Dat geldt voor jezelf ook. He, dus iedereen van ons ervaart problemen in zijn leven, maar je hebt ook het talent gekregen om daar overheen te komen. En dat heeft een bepaalde doel en reden. En dat kan je soms wel vervelend vinden, maar als je dat allemaal achter de rug hebt, zeg je ook, ja, ik ben toch blij dat ik het allemaal heb meegemaakt. Ik heb er heel veel van geleerd. Ja. En dat geldt ook voor de planetaire samenleving. Dat zou je ook als één organisme kunnen zien. En zo'n buitenaardse cartoon, komt er zeg maar buitenaardse rond die planeet. Mm-hmm. En die zeggen dan over het planeet, ja, deze planeet heeft hominitis. Ik weet niet of het woord helemaal klopt, maar deze planeet leidt aan de mensheid, weet je wel. Dat is een ziekte. En dat is, die moet dan genezen. En kan je dat zelf? Ja, want ons lichaam is ontzettend goed in staat om jezelf te genezen. Ja, wat je net zegt, de macrocosmos is eigenlijk een weerspiegeling van de micro en vice versa. Het is holografisch. Voordat we met stream begonnen, ging ik op dat je zei van, ik denk dat er iets wezenlijks in elk individu moet gebeuren voordat dat kan doorcijpelen in het collectief. Ja. Dat is ook iets waar ik
Jan overtuigd ben. Mm-hmm. En ook een hele mooie gedachte, omdat het aangeeft dat er wel degelijk wat te veranderen is in de wereld. En dat het inderdaad begint bij, ja, bij jijzelf. Dus dat alles kan eigenlijk nog. En laat ik dan dat als slotopmerking doen, want ik eigenlijk zo ook heel vaak bij mijn lezingen. Dan lijkt het heel erg dat het over de buitenaards gaat. En ik zeg dan altijd gewoon heel reflectief, nee. Ik zeg, het is tuurlijk. Ik zeg, maar uiteindelijk gaat het om ons. Wat zij doen, is net als de meeste artsen doen. Als je bij de dokter komt, dan vertel je verhaal. En of die nou wel of geen pillen uitschrijft. Meestal ben je al genezen als je buiten staat. Waarom? Omdat je je verhaal verteld hebt. Je hebt verteld wat er met je is. Je hebt samen gepraat over de problematiek. En dat geneest. Dat is een genezend aspect. En dan kan dat lichaam, kan het genezingsproces fysiek vertalen. Dat geldt voor de planeet ook. Wij hebben een dokter nodig. En wie blijkt nou die dokter te zijn? Zijn die buitenaardse. Die hebben een hele grote spiegel meegenomen. En die laten ons onze planeet zien. Want in plaats van dat we in onze microklimaatje allemaal onze eigen problemen ervaren, moeten we eens gaan uitzoomen en zeggen, welke problemen heeft deze planeet? Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Hebben we voldoende talenten en geld om het op te lossen? Ja, het antwoord is ja. Maar waarom betalen we dan nog steeds 1000 miljard in Amerika alleen al aan wapens? Waarom? Als je 1000 miljard aan wapens uitgeeft, wat ga je dan doen? Oorlog voeren. Zo moeilijk is het niet. Toch? Wat ga je doen als je voor 10 miljard mobieltjes uitdeelt aan de mensen in de stad? Wat gaan ze doen? Dan gaan ze bellen. Zo simpel is het. Het leven is niet ingewikkeld. Dus kijk naar wat je doet. En dat is wat de spiegel die ze ons voorhouden. Dus het is eigenlijk een helend proces wat er nu plaatsvindt. Mooi of is het mooi? Fantastisch. Prachtig. Mooi. Mooie afsluiter. Dankjewel, Koen. Ja, Koen, ik wil je van harte bedanken voor je komst. Dankjewel. Alle thuiskijkers ook, dank jullie wel voor de aandacht. Graag tot afsluiten. Dan, we gaan keer. Even verder eten. En graag tot... Oh, ho! 10 september is Sterrenstof Festival. Hier zullen ook, we zullen jou eventueel ook uitnodigen als spreker. Er komen daar meerdere sprekers. We hebben ook een muzikaal programma, workshops, een markt area, dat is per plek. En 29 juli is Bohemian Universe, Strandclub Naturel Scheveningen. Doen wij vanuit Presence ook een hosting en daar zullen wij ook van dit soort onderwerpen behandelen en het bewustzijn bevorderen. Dat was het, denk ik. Fantastisch. Oké. En iedereen fijne avond.